Goedemorgen allemaal. De eerste vraag aan de minister-president, minister Jan Bon, is van mevrouw Koedieser. Dat is een vraag om uitleg over de uitkomst van de gesprekken met Nederland in de schoot van het comité van ministers. Mevrouw Koedieser, u heeft het woord. Ja, dankjewel mevrouw de voorzitter, meneer de minister, collega's. Op 27 januari jongstleden was de eerste samenkomst van het comité van ministers van de Nederlandse Taalunie. Voor wie daar nog zou aan twijfelen, dat zijn de Vlaamse en de Nederlandse ministers van cultuur en van onderwijs. Tijdens deze vergadering hebben de betrokken ministers eerst en vooral de benoeming van mevrouw Chris van den Poel goedgekeurd als nieuwe algemeen secretaris van de Taalunie en zij trad op 1 maart of ging ze aan de slag. Volgens het nieuwsbericht dat ik over dit comité gevonden heb op de website van het Vlaams Departement van Buitenlandse Zaken, was naast de benoeming van de nieuwe algemeen secretaris ook nog een aantal andere onderwerpen op de agenda geplaatst, namelijk de samenwerking op het vlak van begrijpend lezen en leesbevordering, ook goede praktijken op het vlak van taalverwerving voor nieuwkomers, en de samenwerking met de Afrikaanse Taalraad. Daarnaast was er ook een ruimer verkennend politiek onderhoud, zowel over onderwijs als over cultuur. Onze Vlaamse regering heeft in elk geval de intentie om de samenwerking op het vlak van internationalisering van de Nederlandse taal via de Nederlandse Taalunie te versterken. Eind vorig jaar had minister-president ook al de mogelijkheid om daarover van gedachten te wisselen met premier Rutte. En de aanstelling van de nieuwe algemeen secretaris is daarbij ook een goed startpunt. De minister heeft ook al gepleit voor de uitwerking van een adequate internationaliseringsstrategie via de creatie van heldere doelstellingen en een concreet plan van aanpak in het nieuwe Taalunie meerjarenbeleidsplan dat ook nu de start is om opgemaakt te worden. En daarbij zouden de bestaande ondersteuningsmechanismen geëvalueerd en zo nodig geheroriënteerd worden. Vandaar heb ik volgende vraag aan u, minister-president. Tot welke inzichten heeft dit verkennend politiek onderhoud rond onderwijs en cultuur precies geleid? Deelt de Nederlandse collega ook diezelfde intentie om de samenwerking op het vlak van internationalisering van de Nederlandse taal via de Nederlandse Taalunie te gaan versterken? En zijn daar meer concrete acties, initiatieven besproken of werden die aangehaald en staat de Vlaamse regering en de Nederlandse regering daar op 1 lijn? Welke concrete vervolginitiatieven zullen de Vlaamse en de Nederlandse regering nemen naar aanloop van het eerstvolgend comité en wanneer vindt dat volgend comité plaats? En aangezien we het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de Taalunie moeten opmaken, zijn daarvoor al de eerste krijtlijnen vanuit de ministers uitgetekend en tegen wanneer moet dit plan concreet afgerond zijn? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Koedieser. Excuseer, u heeft het woord. Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de minister-president, collega's. Inderdaad, een gelijkaardige vraag. Op 27 januari, jongstleden, vond inderdaad het eerste comité van ministers van de Taalunie plaats. En uit het antwoord op een schriftelijke vraag van mij vorig jaar heeft de minister-president gezegd dat hij het thema Nederlands wereldwijd op de agenda zou plaatsen. Nu, volgens de website van het departement Buitenlandse Zaken hadden de ministers ook nog een ruimer verkennend politiek onderhoud over onderwijs en cultuur. En aansluitend vond ook het comité van ministers van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie plaats, die instaat voor de bewaking van de kwaliteit van het hoger onderwijs. In het Vlaams regeerakkoord wordt voorgesteld om de samenwerking op het vlak van internationalisering van de Nederlandse taal via de Taalunie te versterken. De Vlaamse regering erkent het belang van taal en vermeldt ook specifiek de waarde die gehecht wordt aan de internationalisering van het Nederlands. De Taalunie binnen haar opdracht, ondersteunt binnen haar opdracht de internationalisering van de Nederlandistiek eveneens. Zij bevordert al dus kwaliteitsvol onderwijs Nederlands in de grensregio's op de Cariben en binnen de internationale Nederlandistiek.
En daarom had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen. Wat zijn de bevindingen van de minister-president over de gedachtenwisseling Nederlands wereldwijd met Nederland? Welke concrete afspraken werden gemaakt op het eerste comité? Welke middelen zullen voor het Nederlands wereldwijd worden ingezet? En welke beleidsmaatregelen zal de minister-president ondernemen om het Nederlands wereldwijd te bevorderen? Staande minister. Tweede poging. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Koedizer. Meneer Slagmulder. Ja. Dus inderdaad, op 27 januari vond het 91ste comité van ministers van de Nederlandse Taalunie plaats. Samen met collega Ben Weitz, minister van Onderwijs, maakte ik voor Vlaanderen als minister van Cultuur dan deel uit van het comité van de ministers die de Taalunie aanstuurt. In de Vlaams-Nederlandse beurtrol is de Vlaamse minister van Onderwijs voor de volgende 2 jaar de voorzitter. Alvorens we in de formele agenda van de vergadering gedoken zijn, vonden we het belangrijk om bij de start van deze legislatuur tijd uit te trekken voor kennismaking met onze Nederlandse tegenhanger, mevrouw Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid. Het bood de gelegenheid om een algemener politiek gesprek te hebben over de beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering. En dan over de internationalisering van de Nederlandse taal hadden jullie alle twee vragen over. Een sterke internationale positie van de Nederlandse taal staat met stip aangeduid in het regeerakkoord, omdat het van groot belang is, denken wij, voor ons bedrijfsleven, voor onze culturele en onze creatieve sectoren en algemeen voor onze goede internationale relaties. In antwoord op een aantal schriftelijke vragen heb ik al de mogelijkheid gehad om toe te lichten welk beleid de Taalunie voert en welke aanvullende financiering en ondersteuning er is voor buitenlandse opleidingen. Er wordt een groot aantal inspanningen geleverd. De vaststelling is dat er groot succes is in Centraal-Europa, maar dat wereldwijd de internationale Nederlandistiek een daling kent. Net zoals overigens onze opleidingen intramuros met dalende studentenaantallen kampen. Ik heb onze beleidsprioriteit aangebracht op het comité van ministers en we hebben samen met de Nederlandse minister van Engelshoven afgesproken om op het volgende comité van ministers, en dat is op 15 juni in Den Haag, uitgebreid te bekijken op welke wijze we de internationale positie van de Nederlandse taal kunnen blijven versterken via de Nederlandse Taalunie. Er is dus ook aan, en dat kan ik u wel echt bevestigen, er is dus ook aan Nederlandse zijde een duidelijke intentie om dit onderwerp op de agenda van het volgende comité van ministers te zetten. Daar is daar op dat vlak langs de Nederlandse kant geen enkele terughoudendheid. Concreet is de opdracht gegeven aan onze bevoegde departementen en aan de Nederlandse Taalunie om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor de internationalisering van de Nederlandse taal. De Taalunie was ook al intern begonnen met een evaluatie van dat beleid om te kijken waar aangescherpt moet worden of waar eventueel bestaande instrumenten anders kunnen ingezet worden of nieuwe instrumenten moeten uitgedacht worden. Het ontwerp meerjarenbeleidsplan 2020-2024 van de Nederlandse Taalunie neemt onder het noemer Nederlands wereldwijd overigens op als specifiek aandachtsgebied. De Nederlandse Taalunie zal de komende beleidsperiode werken aan een verdere toegankelijkheid en benutting van de Nederlandse cultuur wereldwijd. Ik ben dus tevreden dat de Nederlandse minister deze opdracht samen wil bekijken. Ik denk dat alle elementen van analyse en adviezen op tafel liggen, onder andere ook de aanbevelingen van de Internationale Vereniging van Nederlandistiek. We voegen toe de evaluatie van de ondersteuningsinstrumenten van de Nederlandse Taalunie voor internationale Nederlandistiek en haar voorstellen ter versterking ervan. De conclusies van de discussies op het volgende comité van ministers zullen richtinggevend zijn om dan te gaan naar een verder plan van aanpak. We gaan hier dus snel mee vooruit. De zaak is aangekaart, er is interesse langs de twee kanten en nu worden de voorstellen uitgewerkt die dan tijdens de volgende vergadering in juni kunnen hopelijk afgeklopt worden. Mevrouw Koet-Izer, u vroeg naar concrete vervolginitiatieven. Een uitermate belangrijk punt aan de agenda was begrijpend lezen. Jullie kennen de problematiek daar rond. Na de tegenvallende Pearl-resultaten is in de vorige legislatuur binnen de Taalunie de Taalraad opgericht om een specifiek advies over begrijpend lezen te formuleren en beleidsaanbevelingen te formuleren. Intussen hebben de alarmerende PISA-resultaten voor zowel Nederland als Vlaanderen het dringende karakter van een systematische aanpak onderstreept. We hebben hierover uitgebreid van gedachten gewisseld.
Minister Weitz stelde voor om samen met Nederland een campagne op te starten om het tij te keren. Minister Van Engelshoven reageerde enthousiast en instemmend op dit idee. Een belangrijk element hierbij is, naast de leesvaardigheid, ook de bevordering van het leesplezier. De ambitie is om de bestaande en sterke initiatieven verder kracht te geven en hierin dus nauw samen te werken tussen onderwijs en cultuur. We hebben voor deze opdracht de coördinerende rol gegeven aan de Nederlandse Taalunie, die de expertise in het veld zal betrekken. Onder andere langs de Vlaamse cultuurkant is dat de expertise van iedereen leest. En daar hebben we het ook al een aantal keren hierover gehad. Een ander punt dat onder de aandacht werd gebracht door onze Nederlandse collega is de status van het vak Nederlands en het feit dat leerkracht Nederlands, zeker in Nederland, stilaan een knelpuntberoep is geworden. Ook hier gaat de Nederlandse Taalunie verder naar kijken. Een ander punt ter opvolging is de digitale ontsluiting van het Vlaamse literaire erfgoed. De Taalunie, de Koninklijke Bibliotheek Nederland en de Vlaamse erfgoedbibliotheken willen meer Vlaamse titels opnemen in de digitale bibliotheek voor Nederlandse letteren, waardoor het Vlaams literaire erfgoed beter ontsloten wordt voor alle Nederlands sprekenden in de wereld. Deze opname wordt bemoeilijkt doordat er in Vlaanderen vooralsnog geen overeenkomst kan worden gesloten met één enkele overkoepelende collectieve beheersorganisatie. Anders dan in Nederland is de Europese richtlijn 2019/720 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt in België nog niet omgezet naar nationale wetgeving. Er komt overleg tussen mijn departement en de Nederlandse Taalunie en de Vlaamse erfgoedbibliotheken. Zo kunnen hierover, wanneer een nieuwe federale regering aantreedt, afspraken worden gemaakt met de federale overheid. Volgende vraag van mevrouw Koet-Izer. Welke belangrijke items of krijtlijnen terug te zijn in het nieuwe meerjaren beleidsplan? We bespraken tijdens het comité van ministers het ontwerp meerjaren beleidsplan 2020-2024 reeds op hoofdlijnen. Het ontwerp meerjaren beleidsplan is goed en inspirerend uitgebouwd door de uitredend algemeen secretaris Hans Bennis op de verschillende aandachtsgebieden waarin gewerkt wordt met transversale inhoudelijke aandachtspunten, inclusie, creativiteit en internationalisering. Ook past het ontwerp voldoende binnen het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. We hebben kennis genomen van dit ontwerp, we keurden het in de huidige vorm nog niet goed en dat vanwege de vanzelfsprekende reden om aan de nieuw benoemde algemeen secretaris, dus die is haar werkzaamheden gestart op 1 maart, laatstleden, om de mogelijkheid te bieden om eigen klemtonen te leggen en ook om de acties die we bespraken in het kader van internationale Nederlandistiek of begrijpend lezen verder te formuleren en mee te laten opnemen in dat meerjarenplan. Een actie die ik ook laat toevoegen in het meerjarenplan is de inbreng van de Nederlandse Taalunie in de Europese werkgroep die van start gaat over meertaligheid en vertalen. Het definitieve meerjarenbeleidsplan zal dan tijdens het volgende comité van ministers voorliggen ter aanname, juni dus. En wij kunnen besluiten dat er dus heel wat op tafel ligt en er goede overeenstemming en ambities zijn. Het volgende comité van ministers vergadert, zoals ik al zei, op maandag 15 juni in Den Haag, waar we ons zullen buigen over een goed gevulde en ik denk ook belangrijke agenda. Ja, meneer Slagmelder. Mevrouw Koet is er eerst. Sorry, ja. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de minister, ook voor het antwoord. Ik hoop dat ook de interparlementaire commissie van de Taalunie toch snel eens bijeenkomt, want dat is natuurlijk de parlementaire controle die ook daar kan en moet gebeuren. Dus we gaan vanuit Vlaamse kant is daar altijd bereidheid toe. Dat is niet altijd het geval vanuit Nederland. Dus dat bemoeilijkt wellicht ook de samenkomsten. Misschien moeten we ook eens denken aan het digitaal vergaderen of van op afstand vergaderen. Maar vandaar dat ik de vraag hier al aan u gesteld heb. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat we die Nederlandistiek en die internationalisering verder uitbreiden. Dus inderdaad, alles ligt op tafel en de voorbereidingen worden getroffen. 15 juni wordt inderdaad een belangrijk comité van ministers op dat vlak. En verder biedt het meerjarenplan inderdaad qua hoofdlijnen inclusie, internationalisering alvast
veel belovende zaken. Ook de aandacht voor het literair erfgoed, het begrijpend lezen, wat inderdaad jammer genoeg de alarmerende PISA-resultaten ons dwingen om daar maatregelen te nemen. Maar ik denk dat het ook goed is dat we daar echt Vlaanderen en Nederland samen aan werken, dat dat ons alleen maar daarin kan versterken. Dus er ligt heel wat werk op de plank. Alle begrip uiteraard dat dat meerjarenplan ook door de nieuwe secretaris met haar eigen klemtonen moet nog verder vastgelegd worden en ook nog wat dieper uitgewerkt moet worden. En ik begrijp ook uit uw antwoord dat we ook die meertaligheid en dat vertalen toch extra onder de aandacht willen brengen, wat ook volledig past in de nieuwe ambities van deze Vlaamse regering. Dus we kijken uit naar het volgend comité van ministers. Dank u wel. Ja, dank u wel, mevrouw Koerdizer. Meneer Slagmelder. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Duitsland voert wereldwijd campagnes om het imago van het Duits te verbeteren en dat heeft succes. Ook Hongarije streeft proactief naar de verspreiding van hun taal en cultuur. Dus als we de vergelijking maken met andere Europese landen, dan investeert Vlaanderen zeer weinig in buitenlands onderwijs in de eigen taal en cultuur. Zo zouden volgens twee studies heel wat kansen onbenut worden gelaten. Uit een onderzoek van de Taalunie naar het Europese talenbeleid blijkt dat Vlaanderen en Nederland 7,5 cent per inwoner uitgeven aan het onderwijzen van het Nederlands in het buitenland. Ter vergelijking, Hongarije investeert 15 cent per inwoner, Portugal 2,80 en Duitsland 5,30 euro per inwoner. U heeft het ook al gezegd, het aantal buitenlandse universitaire afdelingen Nederlands is tussen 2009 en 2018 van 171 naar 130 gedaald. Op 9 jaar tijd is dat dus bijna een kwart minder. Leerstoelen aan verschillende buitenlandse universiteiten staan ernstig onder druk, want veel opleidingen zijn gewijzigd van een volwaardige studie van taal en cultuur van de lage landen naar een pure taalverwervingscursus, al dan niet als keuzevak. U had in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag ook laten weten dat die problematiek zou bestudeerd worden, maar is daar al meer nieuws over en kan u iets meer concreter zijn welke acties u op dat vlak zou kunnen ondernemen? Dank u wel. Zijn er mensen die willen aansluiten? Ja, meneer Pelkmans. Meneer Van der Woon. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, misschien wat in de marge, maar wel belangrijk ter vermelding. Ik had namelijk zelfs de gelegenheid om deel te nemen aan de NVAO. Dus de doorlichting, ook op het gebied van kwaliteit, de doorlichting in zaken de kunstopleiding, zowel in Vlaanderen als in Nederland, waarbij de Schools of Arts zijn doorgelicht. Bij ons in Vlaanderen en in Nederland de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En ik denk dat daar een enorme uitdaging zit met Nederlands als uitdaging om daarin samen te werken. We voelen een aantal interessante punten in die opleidingen in Nederland. Bijvoorbeeld in zaken management. Zeker in zaken het mercantiel zijn van de Nederlanders om de internationale wereld te bespelen. Terwijl wij natuurlijk toch wel die enorme intrinsieke artistieke kwaliteiten hebben. En ik, het is eerder een opmerking en een suggestie, constructief zoals wel te zijn vanuit Groen, om in deze, dat is samen met uw collega goed te bekijken, om daar meer samenwerking op te zetten. Ik denk dat er heel veel winst op te halen is met inderdaad het Nederlands als onderliggende basis. Meneer Van der Wouwer. Dank u wel, voorzitter, minister-president. Collega's, ook om deze problematiek hier aan te kaarten. Dat toont aan dat we het allemaal eens zijn over het belang van Nederlands als onze taal, onze moedertaal, onze onderwijstaal en ook onze cultuurtaal. Dus de taal om kennis en cultuur over te dragen. Maar als we willen dat dat ook in de toekomst zo blijft, dan gaan we wel actie moeten ondernemen. Dat voel ik ook dat iedereen het hier daarover eens is. Want als we kijken naar de academische opleiding in Nederlands, dan zien we dat die instroom heel sterk daalt, zowel in Vlaanderen als in Nederland. En dat is ook een ernstige bedreiging voor onze Nederlandse taal. En dat is niet alleen een probleem trouwens voor het Nederlands. Diezelfde tendentie zien we ook in andere Europese landen voor de moedertaalstudies, met uitzondering van het Engels. En dan heeft het volgens ons, volgens CD&V, weinig zin om te pleiten voor de internationalisering van de Nederlandse taal. Als in de eigen moedertaalanderen Vlaanderen en Nederland die academische opleiding in Nederlandistiek aan een snelvaarttrein aan het uitsterven zijn. En dat is ook een analyse die wordt gemaakt binnen het beleids- en onderwijs. En vandaar het interregeerakkoord
Ook heel duidelijk werd gesproken over een actieplan talen met als doel om die instroom van die taalopleidingen en de opleidingen Nederlands te versterken, met als doel natuurlijk voldoende gekwalificeerde leerkrachten te hebben. Nu, die problematiek die hangt uiteraard ook nauw samen met die andere bekommernis waarover we hier al heel vaak hebben gesproken en waarnaar u ook al heeft verwezen, meneer de minister-president. Dat is die dalende leesvaardigheid en die leesgoesting bij onze jongeren. En als we natuurlijk geen universitair opgeleide leerkrachten Nederlands meer hebben, zowel voor het secundair onderwijs, maar nog meer voor de leraaropleiding, ja, dan zal het zeker niet helpen om aan deze ernstige bedreiging van de kwaliteit van ons onderwijs te verhelpen. En ik wil u dan ook, meneer minister-president, oproepen om zoals afgesproken in het regeerakkoord werk te maken van dat gedragen en duurzaam taal- en leesvorderingsbeleid over diverse beleidsdomeinen heen. Maar dat heeft u heel duidelijk in uw eerste antwoord net al gezegd dat u dat heel hard van plan bent om dat te doen. Nu, ter aanvulling op wat de collega's al vermeld hebben, wil ik heel graag verwijzen naar het een rapport dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Wetenschappen heeft opgemaakt op vraag van de Nederlandse minister van Engelshoven, met wie u heeft samengewerkt, over die actuele situatie van de Nederlandistiek. En daarin werd een heel concreet voorstel gedaan, wat ik hier even zou willen ter sprake brengen. Dat werd namelijk voorgesteld om een beursensysteem in te voeren voor Nederlands en Vlaamse studenten die in andere landen Nederlands willen studeren, en ook andersom. En op die manier kan het internationale academische netwerk beter worden benut en ook de aantrekkelijkheid voor het Nederlands en de Vlaamse studenten die de studie Nederlands willen kiezen. Dat is een heel erg concreet voorstel, maar daarom misschien net ook heel relatief gemakkelijk uit te voeren en te realiseren. Nu, ruimer gesteld, Vlaanderen en Nederland moeten meer investeren in de aantrekkelijkheid van onze eigen opleiding in Nederlandistiek. Want hoe anders willen we dat de andere Europese landen gaan investeren in opleidingen Nederlandistiek als het in de moedertaallanden zelf de foute kant op gaat? Want als deze vanzelfsprekende wederkerigheid wegvalt, dan valt de bodem om onder de andere Europese cultuurtalen weg. En tenslotte wil ik ook, net zoals collega Koetiezer, oproepen dat we met interparlementaire commissie Taalunie bijeenkomen. En ik kijk er dan ook al naar uit om daar ook onze nieuwe algemeen secretaris-generaal van de Taalunie te kunnen ontmoeten. Dank u wel, meneer de minister. Ja, dank u wel. Collega's, een aantal van de opmerkingen zijn eigenlijk meer in het competentiedomein van de minister van Onderwijs, maar we zitten samen in die Taalunie. Dus daar ga ik niet op ingaan. Meneer Slagmulder, u vroeg welke concrete acties. Wel, ik heb er straks gezegd, de administratie en de administratie van de Taalunie ook bereiden dat nu voor om dat af te kloppen in de volgende het ministerieel comité van 15 juni. Dus ik ga daar nog niet op vooruit lopen. Die zaken worden nu voorbereid. En ja, meneer Pelkmans, ik wil dat punt meenemen dat u aanhaalt om eens nader te bekijken wat daar mogelijk is. Dank u voor, eens te meer, dank u voor de suggestie. Ja, u hebt al een aantal keer suggesties. Een slotwoord, mevrouw Koetiezer? Nee, niet nodig. Meneer Slagmulder? Ja, ik wil de minister-president bedanken voor zijn antwoord. En ik wil u tot slot oproepen om toch voldoende middelen te blijven inzetten voor meer taalpromotie. We moeten het Nederlands blijven zien als een exportmiddel dat ons heel wat economisch voordeel kan opleveren. Nederlandici kunnen vanuit Vlaams oogpunt rechtstreeks onze handelsrelaties bevorderen door betere contacten te leggen met het bedrijfsleven, want nu lopen we weer door heel wat financiële middelen mis. Dank u wel. Oké, dan is deze vraag afgerond en gaan we over naar de vraag van meneer Deloor over de ondersteuning van een museum voor werken van Panama Renko. Meneer Deloor. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de minister-president. Zoals we weten loopt er momenteel in Campo en Campo in Antwerpen de Panama Renko tribute met de naam Around the World in 80 Years. Het is een pop-up tentoonstelling van 2 maanden met een 20-tal werken van Panama Renko naast een aantal zelden geziene tekeningen. Het zijn werken die ook de kunstenaar zelf heel na aan het hart lagen. En in feite moest het een verrassing worden voor de 80ste verjaardag van de kunstenaar, wanneer ze op 5 februari van dit jaar zou hij 80 geworden zijn. Maar helaas overleed hij op 14 december vorig jaar en het verjaardagscadeau werd op die manier een tribute. Meneer de minister, ik hoef u waarschijnlijk niet te overtuigen dat Panama Renko zonder twijfel een van de meest begeesterende hedendaagse Belgische kunstenaars was. En zijn website, ik heb het erop nageslaan, omschrijft het als volgt. Zijn wonderenwereld houdt het midden tussen pure wetenschap,
Technisch vernuft en kinderlijk enthousiasme. Ik denk dat dat een zeer goede omschrijving is van de figuur en ook van de werken van de kunstenaar. En om het feestjaar in de verf te zetten, hadden zijn echtgenote, mevrouw Evelien Horens, en een paar dichte vrienden en medewerkers een verrassingstribute uitgewerkt in twee delen. Enerzijds de pop-up tentoonstelling die momenteel loopt in Campo en Campo. En anderzijds een vervolg daarop tijdens de zomermaanden, onder andere in het MUCA en ook in de Antwerpse binnenstad. Naar aanleiding van de opening van de tribute tentoonstelling, de pop-up tentoonstelling, verklaarde Evelien Horens tijdens een nieuwsuitzending, maar ook in een aantal interviews in verschillende kranten van januari, dat ze ervan droomt om een permanente tentoonstelling onder een vorm van een museum of een museumvleugel op te zetten met de werken van Panamarenko. Maar ze voegde eraan toe dat ze dat niet alleen kan, dat ze daarvoor ondersteuning nodig heeft. Vandaar een aantal vragen, meneer de minister-president, die ik graag aan u had voorgelegd. Hoe staat u tegenover de vraag van Evelien Horens met betrekking tot het oprichten van een permanente Panamarenko-tentoonstelling of een museum of een museumvleugel eventueel aan het MUCA? Twee, bent u van oordeel dat een Panamarenko-tentoonstelling of een museum bijdraagt aan de culturele en ook de toeristische uitstraling en attractiviteit van Vlaanderen? Drie, bent u bereid om als minister van Cultuur hiertoe ondersteuning te bieden? Heeft u daarover al nagedacht? En zo ja, hoe ziet u dit concreet, die ondersteuning? Dat kan zijn onder de vorm van advies, logistieke ondersteuning en of financiële ondersteuning. En tot slot, meneer de minister-president, welke stappen zal u ondernemen om ervoor te zorgen dat het project van kunstenaar Panamarenko zal slagen? Dank u wel. Meneer de minister. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eerste vraag, hoe sta ik tegenover de vraag van mevrouw Horens? Ja, ik kan inderdaad onderschrijven dat Panamarenko een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars in Vlaanderen is. En ik wil me dan ook ten volle scharen achter het veiligstellen en het verder ontsluiten van dienstnalatenschap. Maar ik ben er niet van overtuigd dat het oprichten van een apart museum de beste manier is om dat te doen. Het opbouwen van een eigen museum is een vraag die ik volledig begrijp, vlak na het overlijden van een kunstenaar. Ik denk dat dat al meerdere keren gebeurd is. Maar nader onderzoek leert dat dergelijke vragen op langere termijn problematisch blijken omwille van praktische en financiële beperkingen. Er zijn niet heel goede voorbeelden van musea die rond één figuur ontstaan en die dan ook blijvend, dynamisch en ook financieel haalbaar zijn. In Vlaanderen zijn er twee musea voor hedendaagse kunst die belangrijke werken van Panamarenko beheren. Het SMAC in Gent en u hebt daarnet het MUCA in Antwerpen genoemd. Daarnaast is er ook het beheer van de Bikorf, de voormalige woning van de kunstenaar, en het Panamarenko-archief in handen van het MUCA. Een goede omgang met de nalatenschap van Panamarenko vereist een professionele omkadering. Hiervoor beroep doen op het MUCA en het SMAC binnen een bredere museale werking verdient, naar mijn oordeel, de voorkeur op het uitbouwen van een nieuw bijkomend museum. Omdat Panamarenko door MUCA als kernkunstenaar wordt gezien, heeft dit museum de intentie om diens werk in permanente tentoonstelling te tonen, naast ook eventueel afzonderlijke tentoonstellingen over de kunstenaar. Momenteel loopt er binnen het MUCA een traject voor de uitbouw van de museale infrastructuur, waardoor het museum bijkomende mogelijkheden zal hebben om werk kwaliteitsvol tentoon te stellen. Er zijn reeds contacten geweest met MUCA en de stad Antwerpen om te bekijken welke plaats Panamarenko binnen dat project kan krijgen. Ook het SMAC in Gent kan werken van Panamarenko in de permanente collectie tonen, want het heeft belangrijke werken van hem in eigen beheer. Dan over het bijdraagt aan de culturele uitstraling. Een blijvende aandacht voor de nalatenschap van Panamarenko zal zeker en vast bijdragen tot de culturele en de toeristische uitstraling en de attractiviteit van Vlaanderen. Maar zoals aangegeven vind ik dat het wel zijn plaats moet hebben in een van de twee musea van hedendaagse kunst en niet zozeer in de vorm van een eigen museum. De vraag naar ondersteuning. De Vlaamse gemeenschap richtte recent het Centrum voor Beeldende Kunstarchieven op. Dat centrum, dat verbonden is aan het MUCA, heeft mede als doel om een ondersteuning te bieden voor nalatenschappen, een uitdaging waar mevrouw Horens nu ook voor staat. Ik geef wel mee dat de mogelijkheden en taakstelling van het centrum beperkt zijn. Een permanente tentoonstelling of museum uitbouwen behoort niet tot de opdracht van dat centrum. De Vlaamse gemeenschap draagt via het Centrum voor Kunstarchieven nu al zorg voor het Panamarenko-archief. Het MUCA staat daarnaast ook in voor het beheer van de Bikorf, de voormalige woning van de kunstenaar. Deze unieke kunstenaarswoning wordt niet ontwikkeld als museum, maar als open monument.
Dat gebeurt vanuit een zorg voor duurzaam beheer, iets wat destijds ook met Panamarenko zelf overlegd is in kader van de overdracht van zijn woning. Verdere samenwerking tussen het MUCA en de nazaten van de kunstenaar moet van onderuit groeien. Als minister kom ik niet tussen in de inhoudelijke keuzes van het museum of het Centrum voor Beeldende Kunstarchieven. Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen. Dat gebeurt best wel vanuit een onderbouwde aanvraag die professioneel omkaderd wordt. Voor projecten op het cultureel erfgoeddecreet is om die reden bepaald dat aanvragen voor projectsubsidies moeten gebeuren in samenwerking met een professionele partner die een structurele subsidie ontvangt op dat decreet. Omwille van de objectiviteit van de procedure kan ik hier echter geen voorafnames op doen. Voor de beslissingen over de ingediende aanvragen baseer ik mij op het kwaliteitsoordeel van de experten die deze aanvragen adviseert. Dus u ziet, er zijn een aantal mogelijkheden die kunnen gebruikt worden. En ik denk het antwoord op vraag 4 heb ik al in vraag 3 mee opgenomen. Meneer De Loor. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer de minister-president, voor uw antwoord. Ik ben heel tevreden dat u er ook van overtuigd bent, samen waarschijnlijk met iedereen hier aanwezig, dat Panamarenko heel veel bijgedragen heeft en nog altijd bijdraagt tot de culturele uitstraling en de artistieke uitstraling van Vlaanderen. En ik denk dat we er ook heel ambitieus moeten durven in zijn en dat we die culturele troeven moeten uitspelen. En Panamarenko is daar zeker één van als beeldend kunstenaar, ook als tekenaar. Ik herinner mij trouwens de tentoonstelling hier in de Lokettenzaal, ondertussen denk ik 15 jaar geleden, denk dat 2005 was, toen dat Panamarenko hier zelf met zijn echtgenote aanwezig was, die toch een mooie uitstraling ook gaf, zowel voor de kunstenaar als voor dit Vlaams parlement. Maar u zegt, ja, ik ben in eerste instantie niet te vinden voor een apart museum. Moet zeggen, daar had ik de mosterd ook wel gehaald bij het Felix de Boek Museum en ook het Roger Raveel Museum. Dat sedert iets meer dan 2 jaar, dat laatste sedert iets meer dan 2 jaar, ook in Vlaamse handen is, nadat het overgeheveld is van de provincie Oost-Vlaanderen en uw voorganger op cultuur. Minister Hats had daar ook nog een financiële injectie gedaan voor instandhoudingswerken en uitbreidingswerken van 2 miljoen euro die nog altijd lopen. Maar ik had er bewust ook in mijn vraagstelling een museumvleugel bijgezet en ik denk dat daar zowel voor het SMAC als voor het MUCA ook opportuniteiten liggen zodanig dat het verzameld werk van Panamarenko daar ook kan tentoongesteld worden zodanig dat die grote culturele en toeristische troef verder kan uitgespeeld worden. Meneer de minister, nog een paar bijkomende vragen. Bent u verder bereid om mee ook uw schouders te zetten om om van dit ambitieus programma, een ambitieus project, om dit te kunnen realiseren? En 2, bent u al langs geweest naar de tribute in Campo en Campo? En zo niet, dan mocht ik u van de weduwe van Panamarenko bij deze de uitnodiging overmaken om zeker eens langs te gaan. Misschien daarop eerst, meneer De Loor. We hebben inderdaad een uitnodiging binnengekregen, ook voor de volledige commissie. Maar die valt op de avond dat we ook de ontmoeting hebben met Kunstenpunt, de 19e maart. Dus we hebben als commissie gevraagd of wij niet, want de andere prominente genodigden zullen misschien die avond wel kunnen als commissie op een andere avond mogen gaan. En we zijn al aan het regelen, we zullen het straks bespreken in de regeling der werkzaamheid. Maar volgens mij gaat minister-president dus afgaan. Meneer Van de Wouwer. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben begrijpen ergens de vraag van collega De Loor, zeker gezien het overlijden en dan vooral de pop-up tentoonstelling die momenteel loopt. Maar ik wil me wel volledig aansluiten bij het antwoord van de minister. Ik denk dat het veel duurzamer is om die tentoonstelling rond Panamarenko te voorzien in het MUCA of in het SMAC, omdat dat een veel duurzame manier is, denk ik, om zo'n kunstenaar zijn werken ook tentoon te stellen. En denk ook zelf naar bezoekersaantallen, dat op langere termijn veel interessanter kan zijn. Nu, als ik dan toch een kleine voorkeur mag uitspreken, ik vermoed dat de minister mijn Antwerps chauvinisme niet zal kwalijk nemen, maar dan zou ik heel graag inderdaad die permanente tentoonstelling in het MUCA houden. En ik zie daar, dus in Antwerpen, in zijn stad, maar ik zie daar ook een opportuniteit binnen de nieuwe plannen van het MUCA om daar een mooie ruimte voor in te reserveren. Dus meneer de minister, we staan volledig op uw lijn wat u antwoord betreft. Ja,
En daarnaast, sorry, ook nog het element, ja, het MUK als Museum van de Vlaamse Gemeenschap is daarnaast ook een mooie manier om de werk echt als vanuit Vlaanderen mee uit te dragen. Meneer Paltmans. Ja, ik sluit daar ook bij aan. Ik denk dat het zelden een goed idee is om iets te isoleren. Een kunstenaar wordt alleen maar sterker als je voortdurend wordt geconfronteerd met collega's. En zeker in het MUCA en in het SMAC kan dat op een professionele manier gebeuren. Natuurlijk, bij deze meneer de minister moeten we toch opletten dat we hier niet vlug wegraken en zeggen oké, we gaan het zo oplossen. Maar geef die beide huizen dan ook de nodige middelen enzovoort om dat goed te doen. Ik denk dat we dat niet genoeg kunnen benadrukken. Professionaliteit, om dat goed te omkaderen, om die duurzaamheid mee te verantwoorden en te garanderen. Die hebben daar zowel fysiek als financiële middelen als omkadering voor nodig. En ik zou toch zeer erg willen aandringen, hoe lovend dat we hier ook allemaal zijn, hoe enthousiast, maar dat we dat ook absoluut mee opnemen in onze cijferoefening. Ja, natuurlijk, alles begint en eindigt met middelen. Dat besef ik me al te goed. Meneer De Loor, ja, gaat u verder uw schouders eronder zetten? Ik denk uit mijn antwoord dat het... dat je daaruit kan verstaan dat we daar met MUCA en SMAC, en dat, ja, dat is de Vlaamse gemeenschap, dus dat we daar inderdaad verder onze schouders willen zetten. Bent u al langs geweest? Nee, maar ik plan dit voor het weekend van 14 en 15 maart. Dus niet het weekend dat nu komt, maar het weekend daarna. Ik werd er door mijn vriendin op gewezen dat we dat nog zeker moesten doen, en dus dat gaan we in het weekend van 14 en 15 maart. Maar ik word er iedere dag mee geconfronteerd, is een verkeerd woord, maar in het kabinet hangen nogal heel wat, en er is zelfs een Panamarenko-zaal in het kabinet met een aantal kunstwerken, dus. Oké, nog een slotwoord, meneer De Loor. Wel, ik wil er lekker aan toevoegen, meneer de minister-president, dat uw vriendin een goede smaak heeft, dus in deze mag u haar zeker volgen. En het is ook, ja, voor de leden van de commissie zeker een aanrader om absoluut eens langs te gaan, zodat dat belang, het cultureel belang van de werken van Panamarenko, dat je die ook mee geconfronteerd wordt. Dank u. Oké. Dan is deze vraag ook afgesloten en dan komen we bij de volgende vraag van meneer Brusselmans. U bent er al, ik neem aan dat u die vraag wilt stellen. Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Net op tijd. Goedemorgen, collega's en minister. Op 18 januari werden de jaarlijkse Vlaamse cultuurprijzen uitgereikt in het Concertgebouw te Brugge. U zal dat waarschijnlijk nog wel herinneren. Het leek wel een Spaans tomatenfeestje. Maar het was eigenlijk het feestje van de culturele elite. Hè, en het werd er eentje, zoals we konden verwachten, van scheldpartijen en vooral van politiek activisme. Een kunstenaar, Walter Swenne, die kreeg bijvoorbeeld een prijs voor beeldende kunst. En die was zelf niet aanwezig, maar die had het in zijn dankbrief over zijn afkeer van dit soort prijzen en subsidies, iets waar ik hem alleen maar in kan bijstaan. Waar ik hem niet in kan bijstaan, is dat hij 10.000 euro prijzengeld, waar hij recht op heeft, aan de partij die volgens hem als enige niet meedoet aan de opdeling van het land schenkt. Met name de PTB-PVDA. Natuurlijk een flagrante schending van de wet op de partijfinanciering. En vooral, wat hier ter zake doet, een middenvinger naar de hardwerkende Vlaming, met wiens belastingsgeld dit leuke feestje weer werd bekostigd. En verder doen ook andere winnaars toch wel de wenkbrauwen fronsen. Zo werd onder meer de prijs voor letteren toegewezen aan mevrouw Rachida Lamrabet, een notoire tegenstandster van het burkaverbod, iemand die er zelfs in slaagt om bij Unia ontslagen te worden. En hoewel de onafhankelijkheid van de jury absoluut niet moet worden beschadigd, voor ik dat verwijt krijg, kunnen we wel enkele vragen stellen over de expertise en de neutraliteit ervan. Het gaat nog altijd om belastingsgeld van een Vlaming en de Vlaming heeft absoluut geen boodschap aan dit circus. Dus ik heb dan ook volgende vragen aan u, meneer de minister. Wat is uw reactie op de aanval, verbaal en fysiek, vanuit het publiek? Hoe evalueert u de lage opkomst en dus de relevantie van het schouwspel? Hoe is de jury eigenlijk samengesteld die laureaten heeft gekozen? Wie nam daar de eindbeslissing in verband met de winnaar van elke prijs? Wat was de totale kostprijs
van het evenement. Ook niet oninteressant, inclusief prijzengeld, welke verenigingen, overheden, particulieren deelden in deze kost. Welke maatregelen plant u om ervoor te zorgen dat de wet op de partijfinanciering gerespecteerd blijft, gezien de aankondiging van het prijzengeld dat wordt weggeschonken aan de PVDA? En welke wijzigingen plant de minister voor de volgende editie? Plant u de ultima's nog te laten doorgaan volgend jaar? Dank u wel. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Brusselmans, wat mijn reactie betreft, ja, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, het is een tamelijk gelaten reactie daarin. We leven in een vrij land en mensen mogen protesteren en iedereen doet dat volgens zijn eigen inzichten en geplogendheden. En dat komt aan mij niet toe om daar iets over te zeggen. Wat ik wel spijtig vind, is dat een feest dat eigenlijk over waar de artiest gelauwerde artiesten centraal moeten staan, dat eigenlijk, dat door een kleine minderheid gekaapt wordt en de focus verlegd van eigenlijk die artiesten in hun in de spotlights te zetten, dat eigenlijk dat naar protesten en zo verschuift. Maar goed, we leven in een vrij land. Iedereen moet maar de actiemiddelen kiezen die hij of zij verkiest. Voor de rest laat mij dat eigenlijk tamelijk onbewogen. Lage opkomst. Ik denk dat er ongeveer, het zijn toch de cijfers die ik gekregen heb, ongeveer 1000 mensen afgezakt zijn naar het concertgebouw in Brugge. Ik vond dat helemaal geen lage opkomst. Ik vond dat de maximumcapaciteit van de concertzaal in Brugge is net geen 1300 man, dus als daar 1000 man zit. En dat was ook een van de hoogste opkomsten die men al geteld heeft voor de ultima's. Dus je kan niet zeggen, je zou dat misschien gewild hebben dat het een lage opkomst was, maar dat, objectief gezien kunnen we niet zeggen dat dat een lage opkomst was. Zoals u weet zijn de ultima's een erkenning van de laureaten door de Vlaamse gemeenschap en een stimulans voor verschillende cultuurdisciplines. Ze hebben als doel het cultureel bewustzijn van en in Vlaanderen te verhogen. En tot voor kort was dat inderdaad niet zeer breed gekend. En misschien dat die actie er wel toe geleid heeft, of de commotie rond de actie, dat de ultima's iets meer gekend zijn dan dat. Nu, wat mij wel is opgevallen, dat is dat ik die namiddag hier in de commissie een vraag heb moeten beantwoorden van de PvdA. En die mij al, die mij toen al waarschuwde van ik hoop dat u vanavond gaat gaat amuseren of het een of het ander. Dus dat geeft mij wel een indruk vanuit welke hoek dat die acties gekomen zijn. Maar goed, dat is puur hinein interpreteren. Dan, u vroeg hoe dat is. De jury is samengesteld die de laureaten heeft gekozen. Dus per cultuurprijs wordt er een evenwichtige jury samengesteld. Die bestaat uit actoren van de sector. En daar wordt dan rekening gehouden met gender, diversiteit, regionale spreiding enzovoorts. De jury bestaat uit leden die vertrouwd zijn met de sector en op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen. De jury's worden benoemd door de minister van Cultuur. En dus voor de ultima's die nu uitgereikt werden, was dat de voormalige minister van Cultuur, Sven Gats. De leden van de jury stellen in consensus en op basis van een gemotiveerde voordracht een laureaat voor aan de minister. Bij gebrek aan consensus wordt de laureaat voorgedragen bij meerderheid van stemmen en bij gelijke stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De minister bekrachtigt dan de laureaten. Dat is hoe dat het gebeurt. Wat de kostprijs betreft is de totale kostprijs van het hele evenement is 280.000 euro, inclusief BTW, maar daar zit het prijzengeld al in. Je weet dat het prijzengeld was 10.000 voor iedereen, behalve voor de voor meneer Tuymans die de algemene erkenningsprijs gekregen heeft en die bedraagt 20.000. Dus die prijzenpot van 130.000 euro die zit al in die 280.000. Dus de kostprijs kostprijs voor het maken van de 12 awards, dus dat is gedaan door kunstenaar Stefan Dedenen, de catering, de communicatie, er zijn filmpjes gebeurd, er zijn vertalingen gebeurd, fotograaf is erbij geweest, er was muzikale omlijsting, de regie, de zaal en de techniek, dat allemaal samen is dus 150.000 plus 130 voor het prijzengeld. Dan wat de prijzengeld wegschenken aan de PvdA betreft. Ja, de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, die regelt de controle op de giften van natuurlijke personen aan politieke partijen. Daartoe werd een parlementaire controlecommissie opgericht. En door de publieke verklaring tijdens de ultima's heeft de controlecommissie kennis kunnen nemen van deze aankondiging en zal zij, daar ga ik toch vanuit, haar controletaken kunnen uitoefenen. Dus ik ga daar zelf verder geen enkele
actie voor ondernemen. En dan welke wijzigingen ik plan voor de volgende editie. Dus samen met de administratie is er de komende periode een evaluatie gepland en in functie daarvan wordt bekeken of er eventuele bijsturingen voor gewenst zijn. Dus ik heb daar vandaag nog geen zicht op. Oké, meneer Brusselmans. Mevrouw de voorzitter, bedankt voor uw antwoord. Meneer minister, ik ben enigszins tevreden met uw antwoord. Ik denk dat u terecht erkent dat het gaat om een bepaalde minderheid. Dat is dezelfde minderheid van wie ik altijd zeg dat zij de culturele sector in de ban houden, om niet te zeggen gijzelen. Het jammere is dan wel dat dat clubje, die kleine culturele elite, dat die wel gesponsord blijft door uw regering en dat die ook nog altijd feestjes mag bouwen zoals nu, ter waarde van €280.000 op kosten van een Vlaamse belastingsbetaler. En om daar... Het is het departement dat de Ultima's organiseert. Hè. Dat is, niet uitbesteed. Het is het departement cultuur, jeugd en media die de Ultima's organiseren. Dus. Ja, als u mij laat uitspreken, daar was ik wel op gekomen. Het punt is, meneer de minister, om ervoor te zorgen dat, dat dit geld niet meer wordt besteed aan diezelfde graaiers. Zou het misschien nuttig zijn, of mijn vraag dan eigenlijk aan u is, of dat u bereid bent om in plaats van de prijzen te laten uitreiken door een samengestelde jury door de minister, om daar een volksjury van te maken, dus in de vorm van een bevraging online, zoals met zeer vele prijzen in Vlaanderen, in België en in de wereld gebeurt. Ik denk dat dat de representativiteit zou verhogen en ervoor zorgen dat er meer aandacht is voor de Ultima's en ditmaal positieve aandacht in plaats van eerst met tomaten te moeten gooien. Dus graag ook daar uw visie nog op. Collega's die willen aansluiten, meneer Peltmans. Dank u, mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Ik zou eigenlijk uw eerste jury willen feliciteren. Ik vind dat zij een heel mooi parcours hebben afgelegd met duidelijke keuzes. En vooral met keuzes voor winnaars of voor laureaten die verder gaan dan laar pour laar, maar die kunsten in de maatschappij plaatsen. En dat was hier absoluut het geval. Bovendien... als ik even mag, is dit misschien zelfs een mooi alternatief voor de zogenaamde Vlaamse kanon. Want als u 10 jaar of 20 jaar cultuurprijzen bijeenzet, telkens elk jaar opnieuw met een nieuwe jury, nieuw samengesteld, krijgt u een perfect mooi beeld van hoe rijk het Vlaanderen is. Dat niet statisch is, maar dat super dynamisch is. Dus ik wil bij deze de administratie en de mensen die daar hard aan gewerkt hebben feliciteren. Waar ik wel, wel wat bezorgdheden rond heb, maar die hebben we al gedeeld, onder andere met collega Stefanie Doze in november, denk ik. Dat is de formule van de avond zelf. Daar zit volgens mij wat sleet op. En we zouden de cultuursector niet zijn als we niet kunnen zorgen dat we daar wat meer creativiteit zouden kunnen inbrengen en dat we dat eens moeten omvormen. Misschien zelfs om daar ook wat een inhoudelijk luik. Het is een enige manier om mensen uit de sector bijeen te brengen. En misschien met wat internationale sprekers er ook eens wat meer inhoud aan te geven. Dus absoluut applaus voor de jury. Maar voor de formule moeten we toch nog eens even kijken. Dank u wel, meneer Peltmans. Meneer Van de Bouwer. Ja, dank u wel, voorzitter. Gewoon heel kort op meneer Brusselmans. Die Ultima's, dat zijn die oude Belgische staatsprijzen voor de hele culturele sector. En ik zou denken dat u als Vlaamse nationalist niet heel tevreden zou zijn, dat zou volledig overgeheveld zijn naar de Vlaamse gemeenschap en onze Vlaamse staatsprijzen, dat er zo'n groot feest rond te doen is. En verder uw oproep om die jury te vervangen door een online bevraging of ik weet niet wat u nog allemaal gesuggereerd heeft. Dat is natuurlijk allemaal decretaal bepaald hoe dat deze wordt uitgereikt. Dat is volgens het cultuurpact. En dat voorzien is dat die uitreiking op basis van een jury moet gebeuren. Het is gewoon heel belangrijk dat u daar denk ik, die definities ook van kent om vooraleer u die suggesties hier doet. Goed. Meneer Meermans? Ja, ik zal het ook maar aansluiten bij de anderen. Kort, dat gaan we nog zien. Zeg nooit. Ik was daar dus ook op aanwezig. Inderdaad, het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. We zijn ook geweest aan de landschapstekening in die kerk in Antwerpen.
Amusia, waar we dan ook, dan krijg je was een bepaalde... Nee, was nog geen ministers, geen nieuwe legislatuur. En dan krijg je wat hetzelfde stramien. Hè. Iemand doet iets en dan is het altijd hetzelfde stramien. Een deel begint hartstochtelijk iets te roepen, dat is dan een minderheid. Een ander deel applaudisseert beleefd. Een ander deel zit gewoon gegeneerd weg te kijken en te zeggen van, ik wil hier eigenlijk niet zijn. Ik zat achteraan, dus ook was te laat ingeschreven. Dus ik zat midden de sector, hè, dus een beetje meer naar achter. En ja, ik zag ook wel heel wat mensen van de sector wat verveeld wegkijken van, dit vinden wij niet leuk, dit was eigenlijk ook wel niet de bedoeling en dergelijke. Achteraf op de receptie hebben we dat ook vernomen natuurlijk. Ik had de indruk dat sommige van die mensen de receptie op vooraf hadden al ingepland, in plaats van de receptie nadien, misschien ook wel te wijten aan een aantal gedragingen in het concertgebouw zelf natuurlijk. Wat betreft de ultima's, inderdaad, vroeger waren die uitgebreider. Hè? Dus men heeft al wat gewied in de prijzen. Wat de formule betreft, ik denk dat een evaluatie altijd op zijn plaats is. Ik denk dat ook wel wil doen. En dat dat ook wel nuttig is om een evaluatie daaraan te koppelen, omdat nu, maar dat is niet de fout van de organisatie of van de prijzen, maar dat nu inderdaad de focus volledig is gelegd op het incident en geen kat of geen hond weet wie eigenlijk die prijzen heeft gekregen en waarom ze die prijzen hebben gekregen. En dat is eigenlijk wel jammer, hè? Want in feite, als je dan op was een live coverage op Radio 1 en dan hoor je al een aantal mensen uit de hoekgemeente horen van wat een zootje is dat daar en dergelijke, dan krijg je allerlei veralgemeningen over de cultuursector en daar is de cultuursector allesbehalve mee gebaat. Dus het was zeker en vast de mensen die dachten van iets te realiseren hebben zeker en vast geen goede beurt gemaakt voor de cultuursector zelf. Maar ik stel me ook de vraag, ja, blijft het een groot aantal prijzen vinden die worden uitgedeeld? En dan denk ik van bepaalde sectoren, niche-sectoren, hè, die niche of ja, niet zo grote sectoren of die minder zichtbaar zijn, ja, die verzuipen soms of die, dat wordt minder gekend in het algemeen dan. Dus ik denk dat we daar misschien moeten daar wat aan... aan sleutelen. Maar goed, ik vind het goed dat er cultuurprijzen zijn. Ik vind dat belangrijk. Dat is ook een erkenning voor heel wat mensen. En wat betreft, ja, hoe zal ik zeggen, de schenking, als ik het zo mag noemen, van bepaalde mensen aan de bepaalde partijen. Ik kan dat begrijpen. Ik kan dat begrijpen. Want de slechtste leerling van Vlaanderen, qua investeringen, is cultuur. Is het district Borgerhout. En raad eens wie daar aan het roer zit. Dus ze kunnen die 10.000 euro wellicht daar wat gebruiken, want dat is maar 0,46% van dat budget van Borgerhout gaat naar cultuur. Dus daar is voor PvdA nog heel wat werk aan de winkel. Dank u. Meneer Meermans, gewoon terinfo, dat was 4 minuten in plaats van 2 en dat was dan nog kort. Dus je gaat nog een beetje moeten werken aan dat kort zijn. Maar, in die beschenking zou ik... Maar we gaan dat in het oog blijven houden en we volgen dat op, meneer Meermans. Ja, dat is goed. Mevrouw Doze, wou u nog iets zeggen? Heel kort, en ik zal effectief heel kort zijn. Ja, ik stond mee aan de wieg in de vorige beleidsperiode van de Ultimas. En ik wil mij aansluiten bij collega Meermans. Het is vooral een gemiste kans voor de sector. Men had het een dag erop in de kranten over de tomaten en niet over de laureaten. Dat is absoluut nooit de bedoeling geweest. En eigenlijk... We zijn er hier nu nog weer over bezig. Dus dat is, eigenlijk zijn we ook zelf niet op de verstandigste manier daarmee aan het omgaan. Nu, wat dat de ultima zelf betreft, ik zou toch opletten om te wieden in het aantal prijzen. Ik weet, het zijn er veel, waardoor dat de show dat soms wel langdradig wordt. Maar wij hadden de vorige legislatuur hebben we daar al wat in gewied. En toen, wanneer dat je dan een klein beetje probeert te zeggen, ja, moet er daar wel een aparte prijs voor zijn, dan staat dan, zelfs al is het een kleine sector, meneer Meermans, staat hij dan ook op de achterste poten. Dus vandaar hebben we dan de beslissing genomen om te alterneren, om het ene jaar die prijs uit te reiken en het andere jaar een andere prijs. Dat is op zich, dus ik zou nog eigenlijk altijd wel belangrijk vinden om alle sectoren in ogenschouw te nemen. Maar dan moeten we zien of dat we dat niet om het jaar doen en een jaar dan een keer overslaan. Het spijt mij, ik was er zelf niet op aanwezig. Het debat over de lage emissiezone in Gent in de gemeenteraad heeft letterlijk en figuurlijk roet in het eten gegooid. Dus mijn excuses. Goed, meneer de minister. Ja, zeer kort. Hier zijn een aantal suggesties gedaan voor bijsturingen. We zullen dat meenemen naar de evaluatie, maar ik ga daar nu geen uitspraken over doen. Meneer Brusselmans, nog een slotwoord.
Ja, dank u wel voor het woord. Ik dank meneer Van der Bouwer voor de bezorgdheid. De decreten kunnen natuurlijk altijd aangepast worden, anders zouden we hier niks zitten doen. Ik ben fan van een feest van een Vlaamse gemeenschap als Vlaming, uiteraard, en als Vlaams nationalist nog meer. En daarom zeg ik ook, geef het feest aan de Vlamingen en laat hen meebeslissen over de laureaten. En tot slot wil ik van mijn slotwoord gebruik maken om af te sluiten met een positieve noot en toch ook een laureaat in de verf te zetten. En dat is met name Allez Chanté. Moest iedereen op die manier aan cultureel ondernemerschap doen, de subsidies zouden al lang overbodig zijn. Oké, dan is deze vraag afgerond. En dan komen we aan de vraag van meneer Pelkmans over de sociaal-economische positie van de kunstenaar. Meneer Pelkmans. Dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, minister-president, ik ga hier een thema aansnijden dat denk ik zeker vandaag niet het laatste woord zal hebben, maar waar we gewoon eens aan moeten beginnen, namelijk de sociaal-economische positie van de kunstenaar. En ik zeg dat omdat u dat eigenlijk zelf ook gezegd hebt in uw beleidsnota-bespreking in december 2019. Heeft u eigenlijk gezegd om de mogelijkheid nog eens te bekijken, vervolgonderzoek te doen naar de sociaal-economische positie van de kunstenaar. Dat dan zou voortbouwen op de resultaten van de onderzoeken van 14, 16 en 18. Op hetzelfde moment presenteerde OCO een charte voor fair practice met daarin een 12-tal afspraken. Een soort zelfregulering hè, voor een correcte verloning in de sector voor de kunstenaars. Nu, we weten met z'n allen natuurlijk dat kunstenaarsstatuut een federale materie is, maar in de Vlaamse pot van de commissie kunstenaars zit ook een vertegenwoordiger van het departement CME. En die commissie beslist onder andere over het toekennen van, van de kunstenaarskaart, het kunstenaarsvisum of de zelfstandigheidsverklaring. Waar kunstenaars voorheen enkel de aanvraag moesten tonen om aan de slag te gaan met de kleine kunstenaars of kleine vergoedingsregeling, kan dit vanaf 2020 enkel nadat ze deze kaart ook effectief toegewezen hebben gekregen. Die regeling heeft raakpunten, ik heb het eerder al gezegd, met andere beleidsdomeinen, onder andere de VDAB. En ook vanwege de VDAB zitten vertegenwoordigers in de commissie kunstenaars. Ook het cultuurloket speelt een belangrijke rol in het kunstenaarsstatuut, aangezien het eerste lijnshulp verstrekt. En met die lange inleiding zeg ik ook al dat we hier gaan over zeer ingewikkelde materie, maar die we gewoon dus echt moeten vastpakken. En ik heb dan ook mijn eerste vragen over. En ik ga u bij deze ook beloven dat we daar, wat groen betreft, nog heel dikwijls op gaan terugkomen. Komt er namelijk in 2020 een vervolgonderzoek naar die sociaal-economische positie voor de kunstenaar? Wat te denken van het initiatief van de sector zelf, in dit geval de belangorganisatie OCO, bij de voorstelling van het Charter Fair Practice, dat de overheid dit charter officieel formeel zou erkennen? Dat is een vraag. Hè. Erkent het Charter Fair Practice van de OCO formeel? Onderschrijf u de principes ervan als Vlaamse overheid en voorzie positieve incentives voor de organisatie die ernaar zullen handelen? Dat is een duidelijke vraag. Wil de minister die oproep beantwoorden? Zo ja, op welke manier wil hij dat charter integreren in zijn beleid? En zo eventueel, ik hoop van niet, maar zo eventueel nee, waarom niet? Welke initiatieven wil de minister vanuit Vlaanderen nemen met betrekking tot het kunstenaarsstatuut? Welke richtlijnen hanteren de vertegenwoordigers van het departement CEM en VDAB in de commissie kunstenaars? En dan, heel belangrijk denk ik, de Waalse en Brusselse regering willen uitdrukkelijk versterkt inzetten op een verbeterd statuut van de kunstenaar. En is de minister ook bereid om vanuit Vlaanderen hieraan heel constructief en actief mee te werken? En om dat wat zichtbaarheid te geven, gewoon de vraag, is er eigenlijk al een overleg geweest met het huidige federale niveau, hoe daar verder mee om te moeten gaan? En als er dat geweest was, wat was de uitkomst van dat overleg? Ik dank u voor uw antwoord. Goed, dank u wel, meneer de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Pelkmans, wat een vervolgonderzoek betreft, het vervolgonderzoek staat momenteel nog niet ingepland in 2020. De onderzoeken uit 14, 16 en 18 gingen telkens dieper in op één of meerdere categorieën van kunstenaars. Het meest recente uit 2018 betrof architecten en designers, na acteurs in 2014 en de audiovisuele sector, beeldende kunstenaars, auteurs, muzikanten en podiumkunstenaars in 2016.
Voor het vervolgonderzoek wordt gestreefd naar een bevraging die al deze categorieën omvat. En ik vind het belangrijk dat het onderzoek een hoog aantal respondenten heeft. Het lijkt me nog iets te vroeg om de sector, en dan denk ik vooral designers en architecten, dat het pas geweest is, opnieuw uitgebreid te gaan bevragen. Daarom ben ik van plan om nog even te wachten met een vervolgonderzoek, maar niet tenminste mijn intentie om zeker en vast tijdens deze legislatuur een vervolgonderzoek uit te voeren. Wat de Charter Fair Practices betreft, ik steun absoluut het voornemen van OCO om via haar Charter Fair Practices eerlijk werken binnen de sector zoveel mogelijk te stimuleren. Ik vind het een meerwaarde dat voor een brede benadering is gekozen die de volledige kunstensector, alle disciplines en werkvormen daarbinnen en alle soorten van werkrelaties moet omvatten. Ik wil er ook op wijzen dat er momenteel ook enkele andere trajecten lopen die inhaken op het charter. Zo zal het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit van Antwerpen in samenwerking met Cultuurloket en de Buren op 25 mei van dit jaar een nieuwe leidraad Cultural Governance lanceren. De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst bouwt in uitvoering van het actieplan grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en audiovisuele sector, 2018 was dat, verder haar ombudswerking rond grensoverschrijdend gedrag uit. Ik zie dus veel initiatieven die tot doel hebben organisaties in de kunstsector te sensibiliseren, te begeleiden of zelfs te verplichten om het beter te doen. De thema's van fair practices, goed bestuur en gendergelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In mijn strategische visienota kunsten, die uiterlijk op 1 april, dus heel binnen afzienbare tijd, 1 april van dit jaar aan het Vlaams parlement voorgelegd wordt, zal ik hier ook de nodige aandacht aan besteden. Welke initiatieven ik wil nemen vanuit Vlaanderen met betrekking tot het kunstenaarsstatuut. Eerst en vooral wil ik benadrukken dat er geen specifiek statuut voor kunstenaars bestaat, maar het gaat over een specifiek werkloosheidsregime voor kunstenaars. Zoals u al aangaf in uw inleiding, speelt Cultuurloket inderdaad een belangrijke rol in het verspreiden van de juiste informatie over de voordeelregels voor kunstenaars in de werkloosheidsreglementering. Cultuurloket houdt ook de vinger aan de pols voor het geval er problemen opduiken in de sector rond dit thema, en zoals bijvoorbeeld in het verleden rond het taakloon. Dan de richtlijnen voor de vertegenwoordigers in de commissie kunstenaars. In de commissie zetelt geen vertegenwoordiger van de VDAB, maar vertegenwoordigers van de Vlaamse gemeenschap, de RSZ, RSVZ en de RVA. Naast 3 vertegenwoordigers aangesteld door de interprofessionele vakverenigingen, 3 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en 3 vertegenwoordigers van de kunstsector. Specifieke richtlijnen worden er niet meegegeven aan deze vertegenwoordigers. De vertegenwoordigers nemen deel aan de besprekingen van de dossiers om de artistieke aard van een activiteit geval per geval te beoordelen. Dan wat de Waalse en de Brusselse regering betreft. Mijn administratie is momenteel in overleg met de Franse gemeenschap om te kijken of dat een thema is dat opgenomen kan worden in het werkprogramma 2020-2022 met de Franse gemeenschap. Het is belangrijk om eerst en vooral goed te onderzoeken waar de knelpunten van het specifieke werkloosheidsregime zich bevinden en in nauw overleg met de verschillende belanghebbenden de situatie van dit statuut te verbeteren. En met de federale overheid heb ik nog geen overleg gehad over dit thema. Dank u wel, meneer Pelkman. Ja, dank u, minister, voor uw antwoord en de correcties die u hier en daar hebt aangebracht, hoewel ik die op sommige punten wel wat betwijfel. Maar zou het vooral nog eens willen wijzen op de enorme complexe materie. Het is enerzijds de regelgeving. Er zijn verschillende ministeriële bevoegdheden, ook binnen Vlaanderen. Er zijn de sociale partners, er zijn de vakbonden, de belangenorganisaties, dan is de federale overlap. Maar dit is altijd al een reden geweest om dit zo te laten kabbelen. En ik denk, en daarmee is het momentum wel aangebroken nu, dat Brussel en Wallonië echt dat heel hoog op de agenda hebben staan om hier werk van te maken. Met andere woorden, ik denk dat er ook een nood is en dat u als minister zelf daar een belangrijke rol in zou kunnen spelen om een taskforce te maken die met al die zorgen en al die problemen rekening houdt. Niet in het minste, en dat is tegelijkertijd een vraag en een concrete suggestie ook, niet in het minst met de verspreiding van de juiste informatie. Het is een heel complex dossier. En als we straks beoordelingscommissies aan het werk gaan laten, dan moeten die echt ook wel weten wat de achtergrond is van hun beslissing. Uiteindelijk gaan zij een stuk financieel mee bepalen
hoe de sector zijn middelen krijgt. En ik heb soms de indruk dat men veel te weinig, ik heb zelf lang in die commissies gezeten, veel te weinig op de hoogte is van de problematiek van de kunstenaarsstatuten. Dus ik denk dat er nood is aan kennisdeling, informatieuitwisseling, expertise, ook bij de ambtenaren en bij de leden van de beoordelingscommissie. En dat is dan een concrete vraag, hoe u die kennisopbouw, die sensibilisering, eventueel de discussie en de uitbreiding daarvan wil aanpakken. Dank u wel. Ah ja, zijn er leden die willen aansluiten? Kunstenaarsstatuut? Niemand? Oké, meneer de minister. Ja, ik wil die problematiek wel ter harte nemen en daarom bij mij op het kabinet een adviseur voor toewijzen die zich specifiek met die dingen en ook de kennis allemaal gaat verzamelen. Ik ga dat zelf niet doen, maar ik wil daar wel manpower op zetten om dat te doen. Goed, meneer Paalkmans, nog een slotwoord. Ja, ik ga toch een slotwoord houden. Ik ben wel verrast dat niemand hierop reageert. Zo'n belangrijk thema, maar goed. Er is echt dat momentum dat Brussel en Wallonië dit wil aanpakken. Ja, ik wil de cijfers er toch nog eens geven, hoor, hoe dringend dit is. 1 op 10 professionele kunstenaars die komen niet rond met hun artistiek werk alleen. En op het, als je even kijkt naar het gemiddelde jaarinkomen, weliswaar 2013... In Vlaanderen is dat €24.554. Voor een zelfstandige podiumkunstenaar is dat €20.000. En een zelfstandige beeldende kunstenaar is dat €12.000. Dames en heren, we hebben hier echt een probleem. Die regels die moeten veel duidelijker worden. En er moet dan voordien ook voldoende geld zijn, meneer de minister, om die regels ook effectief, consequent uit te zetten en uit te voeren. En ik beloof u bij deze dat ik u daarop zal blijven aanspreken. Dit probleem moet echt aangepakt worden. Oké, dank u wel. Dan zijn we nog bij 1 vraag van u gekomen, meneer Paalkmans. De laatste vraag ook meteen aan minister Jan Bon over de financiële ondersteuning van de infrastructuur van kunstinstellingen. Meneer Paalkmans. Dank u, mevrouw de voorzitter, meneer de minister, voor de tweede keer vandaag. In de regeringsverklaring lezen we dat de Vlaamse regering voor kunstorganisaties die op Vlaams niveau ondersteund worden de lat hoog wil blijven leggen. Zowel op artistiek als zakelijk vlak moet een internationaal niveau de ambitie zijn. En daarmee willen we blijvend scherpe keuzes maken en daar zijn de grote Vlaamse kunstinstellingen van de Vlaamse gemeenschap omwille van een internationale artistieke niveau bereiken en omvang de artistieke topambassadeurs die Vlaanderen internationaal mee op de kaart zetten. Ik citeer. Zij moeten toonaangevend zijn in zaken kwaliteit, publiekswerking, cultureel ondernemerschap en management en bieden talentontplooiingskansen aan. Anderzijds hebben we toch ook gelezen in uw intenties, in de intentie van het regeerakkoord, dat men een antwoord wil bieden op de legitieme vraag van een aantal structureel verankerde kunsthuizen voor een grotere financiële zekerheid op lange termijn. En we passen hiervoor ook het kunstendecreet aan. Ik heb daarbij de volgende vragen. Wij zijn, en dat is nog een kleine context, wij zijn wat op hoorzitting en plaatsbezoek geweest. En ik kom natuurlijk zelf ook uit die sector en weet maar al te goed dat een logistiek en een gebouwenbeheer een heel zware brok is in het financieel beleid van de instellingen. En ik merk, als je dan kijkt naar die Vlaamse kunstinstellingen, dat dat wat verdeeld is. Er zijn Vlaamse kunstinstellingen waarvan de hele logistiek en de infrastructuur wel mee gefinancierd worden door Vlaanderen en anderen die dat niet hebben. Dat zit eigenlijk dat statuut wat onder druk. Dus kan de minister aangeven voor welke Vlaamse kunstinstellingen effectief infrastructuurkosten financieel mee ondersteunt? Het tweede, kunnen alle Vlaamse kunstinstellingen op dezelfde wijze beroep doen op de financiële ondersteuning van een infrastructuur vanuit Vlaanderen? En zo nee, waarom niet? Dan misschien een wat moeilijkere kwestie, maar als je kijkt naar het reglement van de Vlaamse instellingen, komt de wijze van erkenning ter sprake. En denkt de minister voor de legitieme vraag van een aantal structureel verankerde kunsthuizen aan bijkomende erkenningen binnen dat statuut als Vlaamse instelling, of wil de minister een nieuwe categorie invoeren? En welke timing wordt er daarvoor voorzien?
En hoe ziet de minister de ondersteuning dan, wat letterlijk in uw intentienota, Vlaamse regeringsnota staat, hoe ziet u dan effectief de ondersteuning voor infrastructuur voor die structureel verankerde kunsthuizen? Dank u wel, meneer Pelkmans. Meneer de minister. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer Pelkmans, welke kunstinstellingen de infrastructuurkosten financieel worden ondersteund? Voor elk van de 7 kunstinstellingen geldt dat de infrastructuurkosten financieel ondersteund worden. Het gaat immers steeds om grote organisaties met een uitgebreide publieksgerichte werking met nood aan ruimte voor produceren en repeteren en beschikkend over aanzienlijke personeelsbestanden. Dat noodzaakt vanzelfsprekend ook de nood aan een performante, goed onderhouden en veilige infrastructuur. De beheerskosten voor infrastructuur, en dan heb ik een volledige set, onderhoud, herstellingen, aankoopmateriaal, huur en andere aan de infrastructuur gerelateerde uitgaven, maken dus een aanzienlijk deel uit van het kostenplaatje van de werking van deze kunstinstellingen. Bij gevolg worden dus ook steeds een deel van de werkingssubsidies die aan deze kunstinstellingen worden gekend, besteed aan deze kosten. Los van de subsidies voor de beheerkosten voor de infrastructuur werd en wordt er ook in deze gebouwen geïnvesteerd door de Vlaamse gemeenschap via het Fonds voor Culturele Infrastructuur. Dat gaat zowel om de investeringen in de eigen infrastructuur van de Vlaamse gemeenschap, zoals er zijn de Ancien Belgique en de Singel, als in de infrastructuren die niet in eigendom zijn, bijvoorbeeld het Elisabeth Center. Of alle instellingen op dezelfde manier beroep kunnen doen. Ja, u weet, de infrastructuursituatie van de 7 kunstinstellingen is zeer uiteenlopend. De infrastructuur van de belangrijkste presentatie- en werkplekken van de instellingen is soms eigendom van de Vlaamse gemeenschap. Ik heb juist al het voorbeeld gegeven van Ancien Belgique en de Singel. Soms van de steden, zoals Opera Ballet Vlaanderen en het Concertgebouw Brugge. Of van de organisatie zelf, zoals het Kunstcentrum Vooruit. Allee, het is niet helemaal... Dat is eigendom van een vroegere VZW die dat er ter beschikking stelt van het Kunstcentrum Vooruit. Voor het Antwerp Symphony Orchestra en het Brussels Philharmonic geldt dan weer dat zij via een gebruikers- of huurovereenkomst gebruik kunnen maken van infrastructuur die eigendom is van een andere organisatie. Dus zeer divers. Elk van deze specifieke infrastructuursituaties zorgt voor een... Los van de bovengenoemde door werkingssubsidies gedekte infrastructuurkosten, andere vorm van ondersteuning van de infrastructuurkosten. Zo is de Vlaamse gemeenschap mede-eigenaar van de infrastructuur waarin de Singel gevestigd is en eigenaar van de infrastructuur waar de Ancien Belgique gevestigd is. Voor deze infrastructuren draagt de Vlaamse gemeenschap de verplichtingen gebonden aan het eigenaarschap. Als steden de eigenaar zijn, dan dragen deze bij tot de eigenaarskosten en subsidiëren ze ook een deel van de infrastructuurbeheerskosten. Voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van infrastructuur kunnen de kunstinstellingen die niet reeds gevestigd zijn in infrastructuur die eigendom is van de Vlaamse gemeenschap, dus allemaal behalve die 2, kunnen ze investeringssubsidies aanvragen bij het FOCI. Bijkomende erkenningen eventueel. Ik zal in mijn, ook weer, ik verwijs naar de strategische visienota kunsten, daar zal ik in duiden hoe ik zal omgaan met de in het regeerakkoord geformuleerde ambitie om een aantal kunsthuizen een grotere financiële zekerheid op langere termijn te bieden. En zoals ik daar straks ook zei, die visienota wordt eerstdaags, namelijk uiterlijk op 1 april, aan het Vlaams parlement voorgelegd. Dat is dus op korte termijn. Ook op vlak van de timing zal u in mijn visienota meer informatie terugvinden. Hoe ik de ondersteuning zie voor die structureel verankerde kunsthuizen. Ik ben van mening dat de infrastructuurvraag volgt na de beoordeling van de kunstinstelling zelf. Ik verklaar mij nader. Eerst moeten we kijken hoe het kunstenlandschap eruit ziet en welke instellingen we daarbij op welke wijze wensen te ondersteunen. Pas nadat die fundamentele vraag beantwoord is, kunnen we bekijken op welke manier deze organisaties optimaal kunnen ondersteund worden, onder andere wat infrastructuurnoden betreft. Om het even welk kunsthuis met een uitgebreide, permanente en publieksgerichte werking heeft nood aan een al dan niet gedeelde, kwaliteitsvolle infrastructuur. Afhankelijk van de specifieke infrastructuursituatie van een kunsthuis, zoals ook hierboven geschetst voor de kunstinstellingen, kan er variatie zitten op de ondersteuningsvorm door de Vlaamse of de stedelijke overheid. Bijkomend kan er opnieuw, net als bij de kunstinstellingen, naast de ondersteuning van de beheersmatige infrastructuurkosten, ook door de Vlaamse gemeenschap geïnvesteerd worden, al dan niet via FOCI in die infrastructuur. De ondersteuning voor infrastructuur, zoals hier geschetst, is natuurlijk geen nieuwe evolutie, want ook nu is deze ondersteuning er al voor andere kunstenorganisaties dan de
kunstinstellingen. Ja, meneer Paltman. Dank, minister, voor uw antwoord. Ik heb nog twee bijkomende vragen. In tegenstelling tot de andere subsidievormen, in het reglement van het kunstendecreet, als het spreekt over de grote kunstinstellingen van de Vlaamse gemeenschap, bepaalt de Vlaamse regering zelf welke kunstorganisaties een erkenningsaanvraag mogen indienen. Men kan daar zelf geen kandidaat voor zijn. Dat is een toch wat een vreemde eend in de bijt in de rest van het subsidiegebeuren. En met alle respect, en ik werk het over de verschillende legislaturen heen, maar eigenlijk is dat ook een politiek verhaal. Ik vind dat niet zo heel transparant. Blijft die stelling overeind en is het toch niet beter om zelf kandidaturen te laten indienen, waar je verrast van zou kunnen staan, moeten we dat niet herzien. De tweede, bij de instellingen horen ook beheersovereenkomsten. Ik heb begrepen dat het grootste gedeelte van die beheersovereenkomsten generiek zijn, maar dat die ook per specifieke instelling gespecificeerd zijn, rekening houden met het landschap. Hoe en wanneer worden die beheersovereenkomsten afgesloten, maar vooral geëvalueerd en bijgestuurd? Collega's die wilden aansluiten. Ja, mevrouw Brouwers. Dank u, voorzitter. We zijn inderdaad op werkbezoek geweest bij het stuk die toch wel in een speciale situatie zitten, waar de universiteit eigenaar is van het gebouw, maar zij een erfpachtovereenkomst zijn, dus eigenlijk alle eigenaarskosten ook bij hen komen. Dat is dan een VZ2. Andere, zoals u terecht ook hebt gesteld, zijn eigendom, de lokalen, waar, dus de infrastructuur is eigendom van de Vlaamse gemeenschap, nog andere van VZ2's, nog andere van steden. Er is in dat veld van kunstencentra eigenlijk geen gelijk speelveld wat dat betreft. En u heeft gezegd, ja, er is FOCI, maar natuurlijk FOCI, daar is het eerst komt, eerst maalt. En er zijn altijd meer noden dan beschikbare middelen, dat weten we maar al te goed. En ik wil gewoon, want u heeft, collega Pelkmans, u heeft naar twee passages in de regeerverklaring, in het regeerakkoord, verwezen, van hetzelfde zeker. Maar ik vind de belangrijkste passage voor CD&V is wel deze, en ik lees ze graag nog even voor. Dat is onder nummer 22. Met het sportinfrastructuurplan van vorige legislatuur, waar we toen rond gewerkt hebben als voorbeeld, plannen we een structurele aanpak voor bovenlokale culturele infrastructuur en bouwen een lange termijnvisie uit. Andere projectaanvragen voor ondersteuning als grote culturele infrastructuur van uitzonderlijke omvang toetsen we op inhoudelijke meerwaarde van het landschap, draagvlak en financiële haalbaarheid. En in die zin wil ik nog eens aangeven dat het toch belangrijk is dat we deze legislatuur ook werk maken van of dat decretaal of op een andere manier moet. We laten het stuk in de eerste plaats aan de bevoegde minister en het kabinet om daar rond met ideeën te komen. Maar een structurele, globale, planmatige aanpak met criteria, zodat het allemaal wat objectiever kan in dat veld, dat is toch een belangrijke wens, denk ik, die wij, waar wij als CD&V binnen het regeerakkoord sterk op hebben aangedrongen. Dus ik hoop dat daar ook komende jaren werk van gemaakt wordt. Dank u. Dank u wel. Nog collega's? Nee, meneer de minister. Wel, meneer Pelkmans, voor uw eerste vraag blijft de stelling overeind dat de regering dat zelf bepaalt. Dan zou ik zeggen, wie zal leven, zal zien. En verwijst naar de nota die eerstdaags in het parlement neergelegd wordt. Dus dat, ik houd u nog even op uw honger. De beheersovereenkomsten, daarmee dat we voor 1 april met die visienota willen komen om de decreet op tijd gewijzigd te hebben en daarna de beheersovereenkomsten te kunnen afsluiten. Dus dat is, ik denk 2022, denk ik, dat die beheersovereenkomsten starten. Mevrouw Brouwers, zoals zeker voor mij als minister-president is het regeerakkoord heilig en de uitvoering van het regeerakkoord, met erop toe te zien dat het regeerakkoord uitgeoefend wordt, denk ik mijn belangrijkste taak. Dus u hebt daar in mij een partner. Goed, dank u wel. Meneer Pelkmans, nog een slotwoord. Heel kort, we moeten niet denk ik ontveinzen dat de komst van de volgende erkenningsronde voor de sector heel spannend is. Alleen al door de opgelegde besparing, maar vooral dat het speelveld heel belangrijk is waar ze intreden.
En het zou toch wel voor de sector goed zijn dat men vooraf weet wat er nu precies met jullie intentie gaat gebeuren met betrekking tot eventueel uitbreiding van een bijkomende instelling, zodat die dan verdwijnen een stuk uit dat speelveld. En het speelveld ook veel duidelijker is voor degene die indienen. Ik zou daar in de fair practice, ik zal dat woord dan hier ook maar even gebruiken, heel erg op willen nadenken dat dat heel duidelijk is. En dat ook de regels daaromtrent helder en zeker consequent zijn. Dank u. Dank u wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van de vragen aan minister Jan Bon. Dank u wel. En dan mag meneer Talle plaatsnemen. Maar misschien eerst een korte pauze. Mevrouw Perdaens. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. In de beleidsnota jeugd gaf de minister aan dat hij zou bekijken of de tool jeugdmaps.be kan ingebed worden in het departement. Tijdens de bespreking van die beleidsnota vroeg ik de minister al in hoeverre dat hij daarbij kan teren op het uitgebreide en voorbereidende onderzoekswerk van zijn voorganger minister Gats en of dat hij het eens is met de conclusies van de minister. In de beleidsnota jeugd stelde de minister ook het volgende. Ik maak in 2020 een vervolgplan op het masterplan bivakplaatsen om verder te waken over een voldoende aanbod en een duurzamere infrastructuur waarmee we er naar blijven streven om ieder kind of jongere de mogelijkheid te geven op kamp te gaan. Bij de opmaak van het vervolgplan hou ik rekening met de bezorgdheden vanuit de jeugdsector en van de ministers van de andere betrokken beleidsdomeinen. Het masterplan jeugdkampen draagt concreet bij aan de verdere versterking van het jeugdtoerisme in Vlaanderen. Nu, bij de bespreking van de beleidsnota vroeg ik de minister naar de evaluatie van de jeugdkampen, waarop u aangaf dat deze in februari 2020 klaar zou zijn. Dat was dus vorige week. Ik had hierbij de volgende vragen aan de minister. Ik weet dat ik heel kort op de bal speel, maar
Mens kan hopen, hè. In hoeverre zal de minister gebruik maken van het uitgebreide voorbereidend onderzoekswerk van zijn voorganger Sven Gats betreffende jeugdmaps.be? Neemt de minister de conclusies uit dat onderzoekswerk mee? Wat zijn de conclusies uit die evaluatie van de jeugdkampen? Welke bezorgdheden vanuit de jeugdsector kwamen naar boven bij de evaluatie van de jeugdkampen? En zal de minister deze allemaal kunnen meenemen in zijn masterplan jeugdkampen? En tot slot, wanneer plant de minister het masterplan jeugdkampen voor te stellen? En wanneer wordt een concrete uitwerking gepland? Alvast bedankt. Meneer de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega Perdaans voor de vraag. Zoals u weet wordt jeugdmaps.be vandaag gecoördineerd door de ambassade. Het voorbereidend onderzoekswerk waar u naar verwijst zit vervat in hun beheersovereenkomst. Indicator 4.3.4, ik lees het even nog voor, de ambassade realiseert in 1820 de coördinatie van jeugdmaps.be. Ze onderzoekt in 2018 in samenwerking met Mediaraven de verdere toekomst, verbreding en verankering van jeugdmaps.be. Daarnaast is er ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de ambassade Mediaraven met als doel het optimaliseren van de functionaliteiten van de webtool. En die samenwerkingsovereenkomst komt met andere woorden bovenop de bestaande beheersovereenkomst en loopt af eind van dit jaar. Wat de uitvoering van die beheersovereenkomst betreft, ja, u verwijst naar een uitgebreid voorbereidend onderzoekswerk. De vorige legislatuur, het is eigenlijk een nota van de ambassade van 4 oktober van vorig jaar die we hebben ontvangen, met een lange termijnplanning voor de verdere ontwikkeling van jeugdmaps.be. De ambassade en het departement gingen hierover al in november in overleg en we gaan dat ook herhalen in april samen met mijn kabinet. Het doel van dat overleg is te bekijken op welke manier en waar de webtool een plaats krijgt vanaf 2021. Ik ga ervan uit dat u met de evaluatie van de jeugdkampen, dat u verwijst naar het onderzoek behoeften, bijzondere gebruiksdoelgroepen, jeugdverblijfscentra en hostels, dat door IDEA Consult werd begeleid. Dat onderzoek kadert in de beleidsevaluatie en geplande herziening van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfscentra, onderzoeksstructuren en de VZW Algemene Dienst voor Toerisme. Uit eerder onderzoek en het gelopen participatietraject met het sector bleek immers de nood aan meer inzicht aan de behoefte langs gebruikerszijde. En de conclusies van het onderzoek die zullen nog niet in februari klaar zijn, daar anders zou ik het u kunnen meedelen, maar die zullen op dinsdag 31 maart worden voorgesteld aan de sector en het onderzoeksrapport zal dan ook digitaal beschikbaar worden gesteld en uiteraard ook onmiddellijk ook voor u beschikbaar zijn. Wat de bezorgdheden vanuit de jeugdsector betreft, die zullen uiteraard worden meegenomen in de eindconclusies en de beleidsaanbevelingen van het onderzoeksrapport. Waar wenselijk en opportun zullen die natuurlijk ook meegenomen worden in het masterplan jeugdkampen en of eventueel een aanpassing van het decreet, maar het is moeilijk om daar al op vooruit te lopen, omdat we natuurlijk die conclusies nog niet hebben. De ambassade die werkte mede aan de hand van werktafels met de jeugdsector zelf een voorstel uit voor een vernieuwd masterplan jeugdkampen ter opvolging van het huidige masterplan bivakplaatsen. En de komende weken start ik ook een dialoog op met de betrokken kabinetten en administraties en bekijken we welke elementen ook zullen opgenomen worden in het finale masterplan. Dank u wel, mevrouw Perdaans. Ja, heel erg bedankt voor het antwoord. Ik onthoud dan dat ik richting april nog eens aan uw mouw kom trekken wanneer dat die resultaten na 31 maart dan bekend zijn. Ik hoop dat het dan nog enige uitrol kan krijgen richting de komende zomer, want we weten allemaal, jeugdkampen hebben een piek in de zomerperiode. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, en ik denk dat ik daar niet alleen in sta, dat er richting dat masterplan jeugdkampen, dat we daar vordering in kunnen maken. Hoewel dat we het natuurlijk, ik deel uw mening dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat dat uitgebreid, uitvoerig en een diepgaande wortel kan hebben. Dus dat we daar zeker van zijn dat er allemaal correct, gewoon gegrond gebeurt. Hè, waarvoor dat die evaluaties nodig zijn. Ik kijk er alvast naar uit om die onderzoeksresultaten dan te zien en om te kijken op welke manier het daarmee aan de slag gegaan kan worden. Alvast bedankt. Dank u wel, mevrouw Perdaans. Zijn er collega's die willen aansluiten? Nee? Oké, meneer Dalle. Opmerking, maar we volgen het op. Ja. Okay. Wordt de Perdaans ook geen slotwoord? Nee? Oké, dan kan u
uw volgende vraag stellen. En die gaat over jeugdmaps.be en de evaluatie van de jeugdkampen. Uiteraard. Groepsuitwisselingen tussen jongeren uit andere gemeenschappen. Correct. We blijven een beetje in hetzelfde thema. Hè. Ditmaal gaat het inderdaad over die uitwisselingen tussen verschillende gemeenschappen binnen ons land. Ik had er eerder op 7 januari een schriftelijke vraag overgesteld. Daaruit bleek dat Belgé, het programma dat zich richt op ontmoetingen tussen jongeren uit andere gemeenschappen in dit land, in 2019 minder succes kende dan daarvoor. In 2018 waren er nog 88 Vlaamse deelnemers begeleid door 29 Vlaamse begeleiders. In 2019 vertrokken er nog maar 13 Vlaamse jongeren begeleid door 11 Vlaamse begeleiders. Dat is een flinke daling. In 2018 werd het volledige budget van €25.000 opgebruikt. In 2019 werd uiteindelijk slechts 1/3 van het budget gespendeerd en dat kwam dan neer op €7.787. Het resterend budget zou in 2020 worden ingezet. Ik geef nog heel eventjes mee dat ik het jammer vond om in het antwoord te lezen dat er geen concrete stappen gezet zijn om werk te maken van de deelname van jongeren met een beperking en dat er geen aansporing in die richting gebeurd is. Maar dat is zo, hè, dat is het verleden. Ik had wel de volgende vragen aan de minister. Welke, al dan niet nieuwe vormen van promotie zijn er gepland om dit programma bekender te maken of een nieuwe boost te geven? Op welke manier worden hier potentieel nieuwe doelgroepen dan aangezocht? En op welke manier zal er proactiever promotie gevoerd worden richting onder andere jongeren met een beperking? Alvast bedankt voor uw antwoord. Dank u wel, meneer de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Perdaans, voor de vraag. Eerst en vooral misschien zeggen dat ik het wel op prijs stel dat er een vraag komt over uitwisseling tussen de gemeenschappen. Het is een thema dat belangrijk is. Ik heb zelf gisteren bijvoorbeeld een gastcollege gegeven aan de UCLL, de Hogeschool Leuven-Limburg. En die hadden een intracommunautaire week met jonge studenten, zo 19, 20 jaar, uit Gent, uit Leuven. En ook uit Luik en Namen. Ik moet zeggen, dat is wel verhelderend. Het is ook goed voor de talenkennis, maar ook mooi dat dat gebeurt. En ik stel het ook op prijs dat vanuit een Vlaams nationalistische fractie dat ook wordt gesteund. Dat is een visie daarop die ik alleen maar kan aanmoedigen en waar we uiteraard met de regering helemaal achter staan. De ontwikkeling van programma's als België of ook Erasmus+, dat hangt natuurlijk ook voor een stuk af van wat onze organisaties doen. Top-down kunnen we het kader creëren, dat is ook gebeurd, maar het moet uiteindelijk ook bottom-up komen. En een dip en een piek, dat hoort daar ook af en toe wel bij. Neemt natuurlijk niet weg dat we vanuit de Vlaamse regering ook kunnen zorgen dat het aangemoedigd wordt, dat het versterkt wordt. En ik stel alvast vast dat in 2020 de aandacht ervoor al een stukje groter is dan 2019. Ik heb begrepen van Jint dat dit positief zal zijn dit jaar, dat er heel wat belangstelling is. En Jint zal ook in nauw overleg met mijn administratie ermee voor zorgen dat de nodige opvolging er is, met de bedoeling dat die projecten ook effectief gerealiseerd zullen worden. Dat de organisaties die interesse hebben, dat die ook effectief tot een programma komen. Promotie is natuurlijk ook belangrijk en daar zijn twee elementen die ik onder de aandacht wil brengen. Ten eerste wordt er dit jaar via een Google Grant sterker ingezet op een Google advertentieplan. Dat is een efficiënte manier om online nieuwe groepen te bereiken. Voor België werd er specifiek een groep zoektermen gedefinieerd om het programma bij de juiste doelgroepen in de kijker te zetten in Google Search. Die zullen extra ingezet worden in de maanden voor de vakantieperiodes, omdat projecten voor zowel vrijwilligerswerk als groepsuitwisseling vooral in die periodes plaatsvinden. Dus jongeren die op zoek gaan naar bepaalde termen, naar vrijwilligerswerk, die zullen ook toegeleid worden naar die programma's. Ik denk dat dat wel, zeker in digitale tijden, ook een goede manier van werken is. Daarnaast zijn er ook in dit voorjaar twee evenementen op de planning, die de drie gemeenschappen betrekken en een perfect platform bieden om nieuwe doelgroepen aan te spreken en nieuwe samenwerkingen te ontwikkelen. Ik breng ze misschien ook onder de aandacht. Kan ook interessant zijn trouwens voor de commissieleden die daar interesse voor hebben, voor u. Op 19 juni 2020 van dit jaar dus vindt een netwerkevent voor België-organisaties en organisaties die geïnteresseerd zijn om België-projecten op te zetten plaats. Dat is het eerste evenement dat volledig in het kader van België georganiseerd wordt. Dus wel een belangrijk moment.
Ten tweede is er ook encore op 25 april 2020, ook van dit jaar dus, dat focust op vrijwilligerswerk. En het heeft als doelgroep organisaties die nu al projecten indienen en de Europese programma's vrijwilligers zelf mentoren en geïnteresseerden om met een van de subsidieprogramma's aan de slag te gaan. Daar vindt een sessie plaats over netwerken over de taalgrens heen waar informatie over België gegeven zal worden. Dus dat is ook een relevant moment. De jongeren met een beperking betreft, ook inderdaad een belangrijke doelgroep, ook gekoppeld trouwens aan onze JKP prioriteit nummer 4, vrije tijd voor iedereen. Daar is er het voorbeeld van de AKB-scoutsgroep, Anders kan best, die met jongeren met een beperking werkt. Die heeft aangegeven dat ze een groepsuitwisseling willen opzetten. Jens zal dat projectidee nauw opvolgen om erover te waken dat de AKB-groep zo weinig mogelijk drempels aanvaardt om een projectaanvraag in te dienen. Dat project is een goed voorbeeld, denk ik, voor toekomstige projectideeën. Het is natuurlijk maar één jeugdbeweging, maar het kan wel dienen als good practice om ook andere jeugdorganisaties ertoe aan te zetten om dat voorbeeld te volgen. En ook met mensen met een beperking, misschien ook andere doelgroepen trouwens, om ook die stap te wagen. En de belangstelling van AKB is een rechtstreeks gevolg van infosessies die Jint op de Scouts Buitenlandcafés heeft gegeven het voorbije najaar. Dus je ziet ook wel dat die sensibilisatie, dat eigenlijk wel werkt. Ook al die campagnes, ook die events, dit werkt wel. Tijdens deze infosessies werd België, zoals op elk infomoment waarop Jint aanwezig is, extra in de verf gezet als een laagdrempelige eerste stap voor jongeren met een beperking. Ook zal Jint met een stand aanwezig zijn op de infodag Iedereen verdient. Dat is eigenlijk vandaag. Iedereen verdient vakantie. Waar de focus ligt op kansengroepen, onder andere op mensen met een beperking. Dus ook dat wordt vandaag georganiseerd, ik geloof, in de Koninklijke Bibliotheek. Ook zendt Jint in samenwerking met een aantal andere nationale agentschappen in het netwerk van de Europese programma's inclusietrajecten op lange termijn, dat wil zeggen 18 maanden, op. In die trajecten worden organisaties uit een specifieke doelgroep heel bewust meegenomen in het verhaal van jeugdmobiliteit, onder andere door middel van studiebezoeken. En in 2016 was die doelgroep jongeren met een beperking en werkten we ook onder andere samen met onze Franstalige tegenhanger in het Belgie-programma het Bureau International de la Jeunesse BIG. Jint zal bekijken welke mogelijkheden er zijn om de organisaties die toen bij het traject betrokken waren opnieuw te activeren in het kader van Belgie. Dank u wel, mevrouw Pardaans. Dank u wel, meneer minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Misschien eventjes starten met het gegeven dat het niet zo verrassend is dat ik als Vlaams nationalist interesse heb in dit soort projecten. Het is niet omdat ik van mening ben dat we het op een andere manier beter gestructureerd krijgen, dat ik daarvoor de waarde en de eigenschappen van een ander niet kan erkennen en waarderen. Het project is er, de budgetten zijn er. Ik denk dat het dus heel erg nuttig en nodig is om dit soort zaken verder te stimuleren. Wat u aangeeft, de extra informatie die gegeven wordt en dat het ook meteen al effect oplevert. Ik ben ongelooflijk blij om dat te horen. Ik hoop ook dat de budgetten die voorzien zijn ten volle benut zullen worden, want dat zou betekenen dat er meer interesse is dan het afgelopen jaar was. En dat is in mijn ogen een goede zaak. Nu, u gaf in uw antwoord op mijn schriftelijke vraag ook aan dat u op zoek wilde gaan naar relevante partnerlanden en regio's om het aanbod uit te breiden. Hebt u intussen een duidelijker beeld van welke landen of regio's dat het hier zou betreffen? Worden er in die zin stappen gezet? Misschien ook iets dat meegenomen kan worden, misschien niet meteen dit jaar, maar in de komende jaren. Alvast bedankt. Ja, dank u wel, meneer de minister. Ah nee, wacht, nog iemand aansluiten? Meneer de minister. Over misschien heel blij dat u voor een open Vlaamse gemeenschap gaat, in goede samenwerking met de andere gemeenschappen. Dat is absoluut iets wat ook vanuit de Vlaamse regering gesteund wordt. Uw vraag rond de partnerlanden, daar kan ik nog niet in detail op antwoorden. We hebben ook nog een Europese Raad binnen enkele maanden, dus dat zal ook een gelegenheid zijn voor mij om een aantal collega's te zien. In het bijzonder zoek ik ook contact met mijn Nederlandse collega, dus ik denk dat dat ook een belangrijk partnerland is vandaag al, maar dat we ook in de toekomst daar verder kunnen kijken. Naast de Franse gemeenschap, dus een Duitsstalige gemeenschap in eigen land, denk ik dat Nederland een heel interessante partner is. Wegens de nabijheid uiteraard en ook wegens gemeenschappelijke elementen zoals de taal lijkt me dat wel positief. Maar we kunnen daar misschien nog op een later moment ook op terugkomen wanneer we meer duidelijkheid daarover hebben.
Mevrouw Perdaans, nog een slotwoord. Heel erg bedankt. Ik kijk er alvast naar uit om verder informatie daarover dan te vernemen. Dank u. Ja, dank u wel. Dan zijn de vragen van mevrouw Perdaans afgerond. En dan komen we aan mijn eigen vraag, denk ik. Dus meneer Meermans, ja. Ja, dank u wel. Ja, mevrouw Meuleman, ga gerust uw gang, alstublieft, met uw vraag over de regionale omroepen, alstublieft. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Regionale televisiezenders vervullen een lokale verbindende rol met hun pluriform complementair aanbod aan zeer herkenbaar nieuws, vaak voor mensen. Maar ook regionale televisieomroepen dienen zich in een snel tempo adequaat aan te passen aan de snel veranderende mediawereld om hun positie te kunnen behouden. Belangrijke focuspunten zijn ten eerste een verschuiving van een lineair naar een non-lineair aanbod. Een crossmediale strategie dient dus ontwikkeld te worden. Ten tweede zijn er de dalende reclameinkomsten en de 6% besparingsronde. En dus moet op zoek gegaan worden naar oplossingen om de leefbaarheid te consolideren. De totstandkoming van een nieuw crossmediaal meetsysteem om op een doorgedreven manier de kijk- en luistercijfers te kunnen meten, is belangrijk om een samenhangende crossmediale strategie uit te werken. Op een schriftelijke vraag van mijn collega Tine van den Branden betreft de totstandkoming van een nieuw crossmediaal meetsysteem, zegt u dat u een overleg verwacht tussen de betrokken spelers hierin, VRT, de private spelers, zowel de commerciële omroepen als de dienstverdelers en de Vlaamse regionale televisieomroepen. Op een andere schriftelijke vraag omtrent de leefbaarheid van de regionale zenders antwoordt u dat u tegen de vervaldatum eind tegen 2022, na een evaluatieoefening die eind 2021 opgestart wordt, in overleg met de regionale televisieomroepen een toekomstgerichte aanpak zal uitwerken. Echter, minister, het stormt in de mediawereld en de regionale omroepen geven aan dat we met een code oranje zitten. Ik had daarom van u graag een antwoord ontvangen op volgende vragen. Is er ondertussen al een overleg geweest tussen de betrokken spelers betreffende het nieuwe crossmediaal meetsysteem? Wat is de output? Wat is het verdere verloop en de timing? Zo niet, wat zal u ondernemen? Welke timing hebt u voor ogen voor de uitrol van het nieuwe meetsysteem? In uw beleidsnota staat dat u na een evaluatieoefening die begin 2022 opgestart wordt in overleg met de Vlaamse regionale televisieomroepen een toekomstgerichte aanpak zal uitwerken. Er is echter niet zoveel tijd, denken wij. Posities zouden kunnen verzwakken. Bent u bereid om een tussentijdse evaluatie in 2020 op te starten, zodat er goed kan geanticipeerd worden op de huidige evoluties? En vorige beleidsmakers uiten de intentie om een deel van de overheidscommunicatie via regionale zenders te laten verlopen. Echter, tot op vandaag wordt overheidscommunicatie steeds toegekend aan de nationale zenders. Staat u open om ook een percentage van deze boodschappen via de regionale omroepen te laten verspreiden? En welk budget zou u hiervoor opzij zetten? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Meuleman, meneer de minister. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw collega Meuleman, voor de vraag. Misschien vooraleer in te gaan op de grond van de zaak, toch even aangeven. Ook iets wat in de beleidsnota aan bod is gekomen, dat we met de Vlaamse regering heel erg veel belang hechten aan die regionale omroepen, omdat ze bijzonder relevant zijn in het kader van de vraag van onze Vlaamse kijkers om ook heel wat lokaal, regionaal en provinciaal nieuws te hebben. Ik denk dat dat door heel wat Vlamingen en Brusselaars ook echt gewaardeerd wordt. Natuurlijk, daarvoor is dat crossmediaal meetsysteem bijzonder belangrijk. Ook de regionale omroepen worden natuurlijk geconfronteerd met een daling van het lineair televisiekijken. Ook zij zijn bezig met de vraag hoe kunnen we optimaal onze diensten aanbieden aan de Vlaamse kijker. En dat is niet alleen meer lineair, dat is uiteraard ook via internet, via applicaties en dergelijke meer. En vandaag als zij dat doen, dan worden ze daar eigenlijk bij wijze van spreken financieel
voor gestraft als ze inzetten op online, want het meetsysteem vandaag houdt daar geen rekening mee, wat natuurlijk op hun vergoedingen een impact heeft. En dus, zoals ook in het regeerakkoord en mijn beleidsnota benadrukt, gaan we dus op zoek naar een hervorming van dat meetsysteem om die cross-mediale realiteit zoveel als mogelijk ook vorm te kunnen laten krijgen op regionaal vlak. In de samenwerkingsovereenkomst 2018-22, die afgesloten werd met de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties en NordTV, wordt ook expliciet verwezen naar het tot stand komen van een cross-mediaal meetsysteem. De regionale televisieomroepen kunnen dit echter niet verwezenlijken zonder de medewerking van de openbare omroep van de VRT. De nieuwe beheersovereenkomst met de VRT moet nog onderhandeld worden. We zijn daar volop aan bezig met ons kabinet deze dagen. Maar het staat voor mij vast dat de totstandkoming van een crossmediaal meetsysteem zeker één van de thema's zal zijn die tijdens die onderhandelingen aan bod moeten komen. Maar natuurlijk ook de andere spelers hebben een belangrijke rol te vervullen. En ik heb ook, ikzelf en met mijn kabinet, hebben al een aantal consultaties gedaan. We zijn daarmee gestart in december van vorig jaar. We hebben al gesproken met NordTV, met VRT en met DPG Media. Een gesprek met SBS Belgium en de distributeurs over dit onderwerp moet ook nog ingepland worden. Uit de gesprekken is gebleken dat er effectief nood is aan zo'n crossmediaal meetsysteem en dat iedereen positief staat tegenover de ontwikkeling van zo'n systeem. Naast de VRT heeft ook DPG Media aangegeven een voortrekker te willen zijn bij het ontwikkelen van dit nieuwe crossmediaal meetsysteem. Ik kan mij natuurlijk nog niet uitspreken over het precieze verder verloop en de timing, omdat ik ook nog enkele spelers moet spreken. Het is belangrijk dat we niet overhaast te werk gaan en dat er voldoende tijd genomen wordt voor overleg, discussie en de uitwerkingen van een voorstel met een realistisch kostenplaatje en mogelijke valkuilen, risico's, zodat iedereen en dus ook de Vlaamse overheid van meet af aan weet wat de mogelijkheden zijn en wat van wie verwacht kan worden. De evaluatieoefening waarvan sprake is er in eerste instantie om de uitvoering en de zin van de huidige samenwerkingsovereenkomst, die dus loopt van 2018 tot 2022, te evalueren. De regionale zenders hebben daarnaast ook jaarlijks de mogelijkheid om bij het indienen van hun eindafrekening van het afgelopen jaar commentaar te geven op de uitvoering van deze overeenkomst. Eind april verwacht ik de eindrapporteringen betreffende het werkingsjaar 2019. Ik kan daarover alvast meegeven dat de heronderhandelde samenwerkingsakkoorden van 2018 tot nu toe hoofdzakelijk als positief onthaald werden door de regionale omroepen, omwille van de duidelijke rol en verantwoordelijkheid die wordt toegekend aan de VZW's die de houders van de zendvergunning zijn en de verduidelijkte rolverdeling tussen de VZW's en de exploitatievennootschappen. Er kan gesteld worden dat er een positieve dynamiek is. Ik zeg niet dat we niets moeten aanpassen. We moeten ook kijken of er nog verdere hervormingen nodig zijn. Maar er is een positieve dynamiek met ambitie om verder werk te maken van een kwalitatieve regionale televisie. Het zal in elk geval ook mijn prioriteit zijn de komende jaren om daar verder werk van te maken en om desgevallend noodzakelijke hervormingen ook voor te stellen, eventueel ook decretaal. In het kader van de uitvoering en evaluatie van de huidige samenwerkingsovereenkomst voel ik niet de nood om deze evaluatieoefening vervroegd uit te voeren, omdat we natuurlijk nog maar halfweg zitten in die samenwerkingsovereenkomst. Ik zie ook het uitwerken van het crossmediaal meetsysteming los van die evaluatieoefening. Dat crossmediale meetsysteem, dat doen we sowieso zo snel als mogelijk. Daar zijn we mee begonnen, daar doen we aan verder. En de evaluatie wordt ook nog verder opgevolgd richting 2022. Wat betreft uw vraag over de overheidscommunicatie, dat is inderdaad iets wat terecht leeft bij de regionale omroepen. Nu, de Vlaamse overheid speelt daar een rol bij. Ook de lokale en de provinciale overheden kunnen daar een rol bij spelen. Er zijn heel wat steden en gemeenten, overigens ook provincies, die hun overheidscommunicatie organiseren, onder meer via de regionale omroepen. Ik denk dat dat een goede zaak is en dat we ook onze lokale besturen daarbij moeten aanmoedigen. Wat Vlaanderen betreft is het natuurlijk zo dat we gericht zijn op efficiëntie van onze boodschappen. Dat is uiteraard de eerste vraag. Hoe kan je efficiënt uw beleidsdoelstellingen realiseren? En we doen dat natuurlijk ook met respect voor de overheidsopdrachtenreglementering. En de huidige procedure voor het toekennen van opdrachten, overheidscommunicatie, dat verloopt via een raamcontract met een marketingbureau. En per communicatieopdracht wordt hierbij nagaan welk medium het best is conform de aard en de omvang van de opdracht en het doelpubliek dat men daarbij wil bereiken.
Ik ben geen voorstander van een systeem waarbij bepaalde partijen zouden bevoordeeld worden ten aanzien van andere spelers. Ik denk ook dat dat niet kan ten aanzien van de regels van de mededinging. Maar ik vind het wel heel belangrijk natuurlijk dat men ook die regionale omroepen niet over het hoofd ziet. En mijn kabinet heeft ook al contact opgenomen met het kabinet van de minister-president om er zeker van te zijn dat ook de regionale televisieomroeporganisaties niet over het hoofd worden gezien bij de beoordeling van de meest relevante partners voor het verspreiden van de overheidscommunicatie. De eerste reactie van het kabinet van de minister-president was alvast positief. Hij wil ook heel graag bekijken hoe daarvoor kan gezorgd worden. Een andere en ook een misschien aanvullende piste die begin februari werd geopperd door NordTV in het kader van de hoorzitting hier over de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT in deze commissie, is om aan de VRT te vragen om te onderzoeken in hoeverre een gemeenschappelijk en marktversterkend aanbod mogelijk is voor het werven van overheidscommunicatie en afhankelijk van het resultaat van die oefening die ook uit te rollen. Deze vraag van NordTV zal ik zeker ook meenemen in de onderhandelingen met de VRT over de beheersovereenkomst. Dank u wel, meneer de minister en mevrouw Meuleman. Ja, meneer de minister, een beetje gemengde gevoelens wat betreft uw antwoord. Enerzijds, wat de overheidscommunicatie betreft, daar bent u een aantal pistes aan bewandelen. We zullen dat opvolgen en kijken of daar effectief resultaten komen dan in de komende jaren en of die overheidscommunicatie ook soms via de regionale zenders verloopt. Want op dit moment is het niet het geval. Wat het meetsysteem betreft, u zegt wij zien de nood in en wij zijn daar ook mee bezig. Dat is positief, maar anderzijds zegt u, kan u geen timing geven en wil u niks over haast doen. Nu, ik denk dat die sense of urgency er toch wel is op dit moment. We hebben die noodkreet en die vraag ook echt wel binnengekregen, omdat de financiering op dit moment toch echt wel precair is geworden. Die regionale zenders zijn afhankelijk van de subsidies van de overheid, maar ook echt wel op die bereikvergoeding die dalende is, net omdat ze minder lineair bereik hebben. Dus zij moeten zich toch wel snel kunnen omvormen en omschakelen. En zij voelen die sense of urgency echt wel. Evoluties gaan razendsnel op dit moment in de mediasector. Ik denk dat u dat ook weet. Dus ik zou voor zowel wat het meetsysteem betreft, als ook, en dat was dan de tweede vraag, de evaluatieoefening en eventuele bijsturingen op de overeenkomsten, toch vragen dat u echt wel wat sneller gaat, omdat daar toch wel die vraag is en die financiële situatie in het gedrang komt. Er was de expliciete vraag om toch te zorgen dat die regionale omroepen een basisopdracht kunnen blijven vervullen. En zij zien dat als 7 dagen op 7 objectief nieuws kunnen verschaffen. Dus dat betekent dat zij daarvoor niet mogen afhankelijk zijn van commerciële spelers. De rest van hun programmatie willen zij wel invullen en kunnen zij wel gesponsord doen. Maar zij moeten toch aan die basisopdracht dat nieuws één keer per dag en die sport op zondag kunnen voldoen. En ook daarvoor is de financiering niet voldoende. Dus wat gaat u doen om dat toch te kunnen garanderen dat zij daar minstens de nodige middelen voor hebben? Ja, dank u wel. Collega's die willen aansluiten. Meneer Brusselmans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ad interim, meneer de minister. Ik grijp deze gelegenheid graag aan om het eens te hebben over een antwoord op een schriftelijke vraag van mijn collega Slootmans, die ik helaas moet excuseren hier vandaag wegens ziekte. Hij is niet gaan skiën of zo in Noord-Italië, dus het zal wel meevallen. Maar een vraag in verband met de regionale televisieomroepen en meer bepaald met betrekking tot het cultuurpact. En in een antwoord op die vraag zegt u dat de raden van bestuur van de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties overeenkomstig moeten zijn samengesteld met het cultuurpact. Dit zijn privépersonen die aan een ideologische en filosofische strekking beantwoorden enzovoort. Maar meneer de minister, het probleem is dat vandaag in niet één van die 10 raden, van die 10 regionale tv-omroepen, één vertegenwoordiger zit van de Vlaams Nationale Strekking, lees dus van onze partij. En wij zullen daar eerst daags ook, om niet te zeggen maandag, ook actie over ondernemen, maar mijn vraag is of u of uw partij ons in onze klacht bij de Cultuurpactcommissie, of u ons daarin zal steunen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Brouwers. Ja, dank u wel, meneer minister. Interessante vraag, denk ik, van onze collega. Die regionale televisies die liggen ook de CD&V nauw aan het hart als toch wel een verbindende en misschien wel van bij de meest nabije media. En we moeten ze dan ook steunen waar we kunnen. Het betreft natuurlijk meestal VZW's. Het is anders dan de VRT bijvoorbeeld. Het is een heel kluwen. Ze zijn allemaal ook een beetje op een andere manier aan het werk. En ja, het is niet evident om daar een goede lijn in te brengen. We hebben natuurlijk die samenwerkingsovereenkomsten. En u heeft gezegd, meneer minister, dat er eind april, dat u dan de reacties zal ontvangen voor wat er in 2019, uw jaarverslag 2019. U heeft gezegd, eind april verwacht ik daar een en ander rond. En zij kunnen dan ook reageren indien bepaalde dingen toch niet zo goed zouden werken. Want er worden hier nogal een beetje alarmbellen geluid, vind ik. Maar ik vraag me soms af waarop dat gebaseerd is. Dus het is misschien wel nuttig dat we daar een zicht op krijgen na eind april, om te weten of er effectief her en der problemen zijn die misschien sneller moeten worden aangepakt en nopen tot een iets vroegere evaluatie. Ik spreek me daar verder niet over uit, want u zegt het is tot 22, dus voilà. En als het niet nodig is, dan gaan we dat ook niet doen natuurlijk. Dat meetsysteem, daar dringen wij ook al heel lang op aan, staat ook in het regeerakkoord. Dus ik dat de VRT daar een rol moet opnemen. Dus het lijkt mij een van de logische zaken om in de beheersovereenkomst aandacht aan te besteden. U heeft dat ook gezegd, maar ook daar sneller gaan, collega. We willen altijd alles snel, maar ik heb begrepen van de minister dat hij nog contacten vastgelegd heeft, de vergadering heeft vastgelegd met SBS en de distributeurs. En vooral die laatste lijken mij een belangrijke rol ook te kunnen spelen in het meetsysteem, onze distributeurs, die niet alleen televisie, maar ook via online natuurlijk. Hè. De abonnementen betreffen meer dan alleen televisie en ook het online gegeven waar we beter willen gaan meten. Dus die distributeurs zouden best mee in het bad worden genomen. Het is heel goed dat de DPG Media al positief heeft gereageerd. De VRT, dat hebben we een stukje zelf in de hand. En dan hopen dat de distributeurs ook meegaan. En dan is er nog het hele technische verhaal. Dus snel, snel. Ik ben ook voor een zo snel mogelijk een crossmediaal meetsysteem te hebben. Maar het moet ook een goed systeem zijn. En technisch moet dat waarschijnlijk ook allemaal nog een beetje uitgeklaard worden wat dan een goed systeem is. Maar het is goed, u bent ermee bezig. Rond die overheidscommunicatie, ja, ze worden daar toch wat gepasseerd. En er is toch een zeker publiek dat ook wel naar regionale tv bijna enkel kijkt, die ook wel het journaal nog zullen of het nieuws volgen, maar op de grote zenders. Maar er is toch ook een doelpubliek bij de regionale tv die enkel op die manier kunnen bereikt worden. Dus ik begrijp niet zo goed dat het marketingbureau, maar ja, zij doen daar natuurlijk onderzoek naar, dat tot op heden toch te weinig aan bod komt. Dus al die boodschappen van algemeen nut en dergelijke, die zouden toch ook op die regionale tv's hun plaats moeten krijgen. Maar ja, u hangt daar vast aan regelgeving, overheidsopdrachten enzovoort. Maar het is al goed dat de minister-president daar ook een signaal heeft gegeven dat hij dat toch ook wil benadrukken. En het is te hopen dat er in de toekomst meer kansen zijn voor regionale tv om ook die boodschappen van algemeen nut te kunnen uitzenden. Maar zeer interessante vraag. Ik denk alleen dat we eens moeten verder kijken of er zich op het terrein effectief problemen stellen. Er waren in het verleden wel wat problemen. We hebben daar de afgelopen legislatuur hele discussies over gehad. Het is dan wat bijgesteld in die overeenkomsten. En we moeten dat, denk ik, goed monitoren al in elk geval. Dank u. Dank u wel. We hadden nog meneer Pellekmans en daarna mevrouw Dozen. Ja, eerst de bevestiging dat het een zeer interessante vraag is van mijn collega. Vooral denk ik omwille van de verkiezingsuitslag. Laten we daar altijd maar eens op terugkomen. Er is toch anders gestemd in steden dan het buitengebied. En we moeten denk ik in alle domeinen daar goed rekening mee houden. En het is een idee dat ik lanceerde, we met Groen al lang eens bedenken. Ik heb het altijd merkwaardig gevonden dat
de VRT zijn radioontkoppeling regionaal heeft en dat dat eigenlijk voor televisie nooit het geval geweest is. Terwijl er wel nood is bij die lokale televisie en zeker in de opdracht van informatie en duiding. Ja, om dat echt goed te doen, kritisch te doen, met sterkte te doen, zit er heel veel know-how bij die VRT. En moeten we daar eens nu over nadenken om daar een verdichting na te gaan. Om de nieuwsdienst en de sectorduiding van de VRT ook in een soort verbinding te brengen met die regionale zenders, meer dan dat nu het geval is, zodat we daar kwaliteitsverbetering kunnen doen. Dat hoeft allemaal niet zoveel geld te kosten. Ik wil dat constructief, zoals Groen altijd is, bij deze even lanceren. Dank u wel, mevrouw Dozen. Ja, dank u wel. Ik zou mij ook willen aansluiten. Ik denk dat we allemaal een overleg hebben gehad met de exploitatiemaatschappij De Buren, waarin dat toch wel de lijnen die men toen heeft aangekaart hier ook wel terugkomen en terecht. Het is inderdaad pervers. Hoe meer men inzet op de toekomst, hoe meer men inzet op digitalisering, hoe minder het lineaire kijken erop vooruit gaat. Dus dat is natuurlijk iets waar dat we echt wel rekening mee moeten houden. Ik laat mij ook wijsmaken dat dat crossmediaal meetsysteem dat dat wel een zware financiële inspanning zal zijn. Dus ik denk dat we daar ook oog moeten voor hebben met de begrotingen in ons achterhoofd. Dan wat de boodschappen algemeen nut betreft, zou ik inderdaad ook de oproep van mijn collega's willen ondersteunen. Het is toch altijd zo, als men een bepaalde marketing- of communicatiecampagne wil uitzetten, dat er op verschillende kanalen wordt ingezet. Wij doen dat ook bij onze verkiezingscampagnes. Hè. We gaan van deur tot deur, we zetten in op Facebook, we sturen brieven naar sympathisanten en leden. Hè. Dus je zorgt eigenlijk zo voor het hele spectrum. Waar ik mij kan voorstellen dat regionale omroepen ook nog steeds een onderdeel zijn van dat spectrum, naast bijvoorbeeld dan een Facebook of een Google, naast VRT. Ik denk dat dat eigenlijk de beste manier is om naar zaken te kijken, om de verschillende reclameinkomsten ook complementair te kunnen bevatten. Dan nog even wat de timing betreft. Ik begrijp dat u eind april enkele resultaten zal hebben, maar als we de regionale omroepen willen future-proof maken, dan denk ik dat we daar wel onze tijd gaan voor moeten nemen. En dat men niet kan zeggen, oké, de overeenkomsten eindigen op 22 en dan ga ik opnieuw de nieuwe overeenkomsten doen. Ik zou er toch ook wel, net als mijn collega's, voor willen pleiten om daar goed over na te denken hoe dat we die regionale omroepen nog sterker kunnen maken. Ik wil daar ook wel een keer spreken over professionalisering. Ze staan dicht bij de mensen, maar een professionele aanpak is bij sommige regionale omroepen, en ik wik mijn woorden, toch ook wel aangewezen. Moeten we niet een keer nadenken over de bepaalde bereiken die er zijn? Moet er niet een keer gepraat worden over samenwerkingen / fusies? Er zijn heel veel zaken die op tafel liggen waar we onze tijd nodig hebben om een grondige evaluatie van het veld, van de werking en van het bereik te kunnen doen. Dank u wel. Mee iedereen inderdaad wat betreft dat crossmediaal meetsysteem, ik denk dat we daar ook niet rapper kunnen lopen dan dat jij met de partners daar moet samenwerken. Dus dat zal sowieso zijn tijd vragen. Maar voor de rest voel ik wel bij iedereen hier wel de noodzaak om de toekomst en het future-proof maken, zoals mevrouw Dozen zegt, maar ook mevrouw Beuleman en anderen en eigenlijk over alle banken heen, dat we daar toch inderdaad sneller moeten van werk van maken. Ik heb ook de indruk dat we inderdaad de laatste jaren misschien dat de regionale omroepen daarin misschien minder gestimuleerd zijn of minder actief zijn gemaakt om daarin mee te gaan. Ze willen wel, dus dan moeten we daar toch wel dringend werk van maken. Ik denk dat we werk kunnen van maken, ook in deze commissie. Kijk een beetje naar de commissievoorzitter om daar misschien het voortouw in te nemen. Dat we daar inderdaad met de regionale omroepen, dat we dan zoeken dat die zo snel mogelijk inderdaad voor lange termijn. Wat klopt, mevrouw Doos zegt, klopt ook. Er is inderdaad hier en daar wel een verschil tussen bereik en professionalisering. Ook dat moet aangepakt worden. Maar ik denk dat dat in deze commissie dan volop aan bod moet komen natuurlijk. Meneer de minister, alstublieft. Dank u wel, collega's, voor de vele aanvullende vragen en bedenking. Toont dat het wel leeft, dat het een heel belangrijk onderwerp is. En inderdaad, het future-proof maken
van die regionale omroepen, daar gaat het uiteindelijk over. Dat en dan het element van dat crossmediaal meetsysteem, wat een beperkt element is, maar wel een bepalend element. En collega Meulemans, als je zegt van ja, je gaat niet snel genoeg, ja, de sense of urgency is er, dat kan ik u wel zeggen. Anderzijds is natuurlijk de problematiek die hier voor ligt iets wat al meer dan een decennium is gegroeid. Dat gaat over de afname van het lineair televisie kijken en richting meer digitalisering en daar de plaats van een regionale omroep daarin. Ook in trouwens gekoppeld aan de vraag van wat doet uw openbare omroep op Vlaams niveau en op regionaal niveau. Dus die problematiek is al zeer lang aanwezig. Ik heb denk ik bijzonder snel of vrij snel met het kabinet ook de nodige contacten genomen. We zijn daar in december mee gestart. Maar ik zou nu ook niet overhaast willen te werk gaan daarin. Nog in het crossmediaal meetsysteem, nog in de fundamentelere herdenking van de plaats van de regionale omroepen, waar we effectief nog tot 2022 hebben, maar goed zullen moeten nadenken. Wat dat crossmediaal meetsysteem betreft, het zou denk ik een zeer slecht idee zijn om daar snel mee te gaan en een systeem toe te passen enkel voor de regionale omroeporganisaties, waarbij ook er nog het bestaande systeem nog een tijd blijft voorleven en dat je eigenlijk met twee meetsystemen zit. De bedoeling moet zijn om te komen tot een geïntegreerd meetsysteem dat ook voor de regionale omroepen goed is. En daar wil ik toch ook de nodige tijd voor nemen. Weliswaar wetende dat er inderdaad een bijzonder grote sense of urgency is en daar zijn we ons absoluut van bewust. We willen zo snel als mogelijk gaan, maar we willen ook wel echt een goede oplossing hebben die voor de komende 5 jaar, misschien zelfs voor de komende 10 jaar, een oplossing biedt en zuurstof kan geven aan die regionale omroepen. Wat betreft de vragen over de overheidsopdracht eigenlijk en die publieke informatie, die campagnes, die boodschappen van algemeen nut, die gedeeld kunnen worden via de regionale omroepen. Daar zijn vandaag, denk ik, twee elementen die bepalend zijn voor het kabinet van de minister-president en voor onze Vlaamse administratie. Het eerste element is natuurlijk de efficiëntie van de marketing. Het gaat erover om uw boodschappen zo efficiënt mogelijk, zo effectief mogelijk bij de mensen te brengen. Het tweede element is natuurlijk dat we ook respect hebben voor de regelgeving. We willen natuurlijk de vrije markt ook respecteren ter zake en de regels in zaken overheidsopdrachten. We voegen daar nu een derde element aan toe. En zoals gezegd, het kabinet van de minister-president is daar ook helemaal in mee. Om te zeggen, ja, we mogen in elk geval die regionale omroepen niet uit het oog verliezen. We moeten zorgen dat die op de radar staan, ook van de marketingorganisaties, de bedrijven waarmee we werken. Dat is inderdaad niet altijd het geval. We zullen ervoor zorgen dat dat wel het geval is. Ik kan mij natuurlijk niet uitspreken vandaag over wat dan het resultaat zal zijn van de raamcontracten, de overheidsopdrachten die daar worden afgesloten. Dat is denk ik ook niet aan de minister om te bepalen met welke private organisatie uiteindelijk gewerkt wordt. Hè. Want het zijn nog altijd geen openbare omroepen. Ze worden uiteraard gesteund. Ze hebben een openbare taak. Hè. Inderdaad, onder meer een dagelijks nieuws bijvoorbeeld, wat we heel erg belangrijk vinden en vanuit de Vlaamse regering ook volledig steunen. Collega Brusselmans, u verwees naar de schriftelijke vraag van collega Slootmans. Ik denk effectief dat ik die heb beantwoord, verwijzende naar de cultuurpact-wetgeving. De representativiteit die daar gegarandeerd moet worden, die natuurlijk niet impliceert dat ook elke fractie in elke raad van bestuur moet aanwezig zijn. Ik stel vast dat die wetgeving ook gecontroleerd wordt. Mijn administratie kijkt daarop toe, ook de VRM kijkt daarop toe. En tot nu toe ben ik niet op de hoogte van onwettigheden die daar zouden opgetreden zijn. Ik verwijs ook naar wat ik zelf dan heb gedaan ten aanzien van de raad van bestuur van de VRT. Daar heb ik het cultuurpact zeer nauwgezet nageleefd met de benoeming van twee ook bestuurders van uw fractie. Misschien parenthese, ondanks het feit dat er 4 mannen waren voorgesteld en dat het wel de bedoeling was om ook te trachten een vrouwelijk lid toe te voegen. Maar goed, dat is pour la petite histoire. We hebben uiteindelijk gewoon de cultuurpactwetgeving nageleefd. Ik heb ook een decreetgeving na te leven over een beetje evenwicht van mannen en vrouwen. Trouwens, niet alleen op vlak van mannen en vrouwen. We moeten dat op veel vlakken proberen te doen. Uw fractie heeft daar niet onmiddellijk aan bijgedragen, maar goed, we gaan die discussie... Ja, effectief. Dus, maar om maar te zeggen dat ik de toepassing van de cultuurpactwetgeving uiteraard bijzonder belangrijk vind. En tot slot, collega Pelkmans, een bijzonder interessante vraag. De link tussen de openbare omroep nationaal en de regionale omroepen. Ik heb onlangs
de nieuwe radioredactie van Radio 2 Antwerpen ook mee geopend. Ik vind dat bijzonder belangrijk dat men op radiovlak effectief hubs heeft. En natuurlijk door de crossmedialisering van het medialandschap is zo'n radiohub van Radio 2 eigenlijk ook geen radiohub. Dat is een nieuwshub in Antwerpen. En zo zijn er in elke provincie. En zij werken natuurlijk ook op die manier mee aan regionaal nieuws, aan lokaal nieuws ook. En er zijn vandaag al bijzonder intensieve samenwerkingsverbanden met verschillende regionale omroepen, waarbij er een uitwisseling is van informatie tussen de nieuwsredactie van de openbare omroep en de redacties van de regionale omroepen. Ik zal zeker ook uw suggestie bekijken en bekijken of we die samenwerkingen nog verder kunnen versterken. Maar misschien is uw vraag nog van meer fundamentele aard en heeft u het eigenlijk ook over, de professionalisering, dat is hier ook aan bod gekomen in verschillende tussenkomst. Ik denk dat een heel terechte opmerking is. Ik denk dat er grote verschillen zijn tussen de regionale omroepen en dat dit ook mede ambitie moet zijn van de Vlaamse regering om die professionalisering ook te ondersteunen. En als de openbare omroep daar een ondersteunende rol in kan spelen, wat ze vandaag al een stukje doen, dan gaan we dat zeker ook verder opnemen. Dank u wel. Slotwoord. Ja, meneer de minister. Ik ben blij dat de problematiek hier besproken is. Dat is al goed dat hij terug bovenaan op de radar komt. Dat is pluim voor mezelf. Maar, nee, grapje. Ik denk dat we inderdaad eind april, het moment van die evaluatie van de samenwerkingsovereenkomsten, een goed moment zou zijn als we dan ergens in mei bekijken of we die evaluaties hier ook in de commissie kunnen laten aan bod komen. Ik denk dat dat een nuttig moment zou zijn, dus ik denk als voorzitter dat we dat op de radar ook zullen houden en dan misschien een overzicht kunnen krijgen van wat er nu allemaal speelt en te gronden dat nog eens opnieuw kunnen bespreken. Dus we zullen die evaluaties inderdaad nog afwachten en dat momentum aangrijpen om hier verder op door te gaan. Oké, dank u wel. Van mevrouw Brouwers. Mevrouw Brouwers heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik had twee vragen ingediend rond min of meer hetzelfde thema. U heeft dan één vraag aanvaard, maar ik ga wel een aantal zaken meenemen. Dat hebben we afgesproken in één grote vraag dan. Het is 25 jaar geleden dat er een grote wereldvrouwenconferentie was in Peking, waar een hele verklaring, een actieprogramma aan gekoppeld was. En ons land moet vandaag ook weer een verslag opstellen over de uitvoering van die verklaring van Peking en aanduiden welke de prioriteiten zijn voor de toekomst. Een van de belangrijkste aandachtspunten blijft nog altijd de strijd tegen genderstereotypen. En een voortgezet beleid blijft nodig om de beeldvorming van vrouwen en meisjes te verbeteren, seksisme en genderstereotypering tegen te gaan. En dat kan natuurlijk zowel via het onderwijs, maar ook in partnerschap met de media. En de Senaat heeft zich in 2015, naar aanleiding van de 20ste verjaardag van Peking, ook al gebogen over hoe ver het nu zit met de manier waarop dat België die verklaring opvolgt. En ze hebben dan een aantal zaken nog eens in perspectief gezet en onder andere gevraagd dat toch met de media- en reclamesector we zouden streven naar een charter, desgevallend wetgevende initiatieven om die correcte beeldvorming en representatie van de vrouw in de media te krijgen. En ook streefcijfers kwamen in dat verslag aan bod, streefcijfers in zaken de aanwezigheid van vrouwen voor en achter de schermen van media, of tenminste in de media, dat die zouden moeten worden opgetrokken naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. De VRT heeft in
de afgelopen jaren al streefcijfers opgenomen gezien in haar beheersovereenkomst met de Vlaamse regering om de schermaanwezigheid van vrouwen te verhogen tot 40% in 2020. We zijn daar bijna, we zijn daar nog niet, maar ook de volledige vernieuwing in 2018 van de expertendatabank is er geweest voor mediaprofessionals met als doel de zichtbaarheid te bevorderen van experten uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn, waaronder vrouwen. Dus de VRT, rond streefcijfers, heeft daar een aantal zaken opgelegd gekregen. Voor de rest van een charter hebben we nog niet veel gezien. Wetgevende initiatieven ook niet over heel die beeldvorming. Maar de Franse gemeenschap heeft dat wel gedaan in 2016. Hebben zij hun mediadecreet aangepast. Daar zijn bepalingen opgenomen waardoor programma's, maar ook reclame, dus programma's nog reclame afbreuk mogen doen aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Die bepalingen openen nieuwe mogelijkheden om de gendergelijkheid in de media te verbeteren. En aan hun mediaregulator, de VRM van Wallonië, dat is de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de CSA, werden nieuwe onderzoeks- en regelgevende opdrachten toegewezen. En in oktober 2017 keurde deze CSA zijn eerste beslissing goed die gebaseerd was op die bepalingen. En sindsdien wordt daar in de Franse gemeenschap volop rechtspraak opgebouwd. Diezelfde CSA biedt ook een opleiding over stereotypen in reclame en of in programma's ten behoeve van de masterstudenten reclamewetenschappen aan een hogeschool in Brussel en ook een universiteit in Wallonië. Het is de bedoeling enerzijds theoretische begrippen zoals gender, genderstereotypen, seksisme, aantasting van de gelijkheid, discriminatie, vrije meningsuiting aan te snijden en anderzijds interactie rond concrete audiovisuele voorbeelden te stimuleren. Ook de opdrachten van de CSA met betrekking tot gelijkheids- en diversiteitskwesties komen aan bod. Wij hebben ondertussen natuurlijk ook ons mediadecreet, waar wel in artikel 52 staat dat aanbieders van omroepdiensten geen commerciële communicatie mogen uitzenden die niet in overeenstemming is met de eerlijke behandeling van de consument, bijvoorbeeld gebruik van Photoshop, waardoor vrouwen onrealistisch zouden worden voorgesteld. En in artikel 60 van het mediadecreet is er een bepaling dat commerciële communicatie geen elementen mag bevatten die erop gericht zijn de consument te misleiden over de te verwachte resultaten van het gebruik van goederen of diensten. En overtredingen van al dit soort bepalingen kunnen natuurlijk worden gesanctioneerd door de VRM. De VRM kan dat doen op basis van een klacht of na een onderzoek op eigen initiatief. Ook 25 jaar na Peking kunnen we als overheid nog maatregelen nemen om die gendergelijkheid van vrouwen in de media te verbeteren. En ik had daarover een aantal vragen. De eerste is eigenlijk de vraag of er reeds wetenschappelijk onderzoek gevoerd werd naar de effecten van het beleid van de Franse gemeenschap. Het is misschien wat raar om hier in een Vlaamse commissie van het Vlaams parlement daarnaar te vragen, maar u zal ongetwijfeld wel via uw collega op de hoogte gesteld zijn. Dus hoe zit dat daar met die decretale bepalingen en de opleiding die zij hebben rond stereotypen en indien er wetenschappelijk onderzoek al rond zou geweest zijn, wat zijn dan de bevindingen? Heeft onze eigen VRM al klachten behandeld over de toepassing van die twee artikelen in het mediadecreet 52 en 60? En kan u dat eventueel wat toelichten? En bent u ook bereid, meneer de minister, om te onderzoeken of het zinvol is om de bepalingen in het Vlaamse mediadecreet aan te passen? We staan nu toch voor een omzetting van de richtlijn en misschien kunnen we ons wat inspireren op wat er in de Franse gemeenschap gebeurd is. Zijn er verdere cijfers beschikbaar over het gebruik van die expertendatabank door de Vlaamse mediasector? En wat zijn daar eventueel de bevindingen of aanbevelingen? Dan in dat informatieverslag dat de Senaat in 2015 opstelde, werd ook nog opgenomen een bepaling rond het kenniscentrum Mediawijsheid in Vlaanderen.
Dus om dat verder uit te bouwen, uitrollen van gelijkaardige kenniscentra in andere gewesten, opdat zij met een breed netwerk van mediabedrijven en andere stakeholders goed praktisches zouden kunnen ontwikkelen in zaken sensibilisering van de professionals, stimuleren van vertegenwoordiging van meisjes in media en ICT en bewustwordingsprocessen van mediagebruikers voor de problematiek van diversiteit. En de vraag is welke rol ons kenniscentrum Mediawijsheid opneemt met betrekking tot sensibilisering over beeldvorming en representatie van vrouwen in de media, of zij dat ondertussen voldoende dus die rol opnemen. En laatste vraag is welke beleidsvisie u zelf heeft, meneer de minister, op maatregelen om de representativiteit van vrouwen in de media te bevorderen en de stereotype beeldvorming van vrouwen te doorbreken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Brouwers, meneer de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw Brouwers, voor de vraag. Misschien eerst opmerken dat dit wel een bijzonder relevante kwestie is, breed maatschappelijk en zeker ook in de media. De representativiteit ten aanzien van vrouwen is inderdaad een aandachtspunt en ook de correcte voorstelling van vrouwen in al hun diversiteit is natuurlijk een absoluut prioriteit en aandachtspunt. Breder ook trouwens, we hebben het hier recent nog gehad over de actie van de Vlaamse Jeugdraad. Kijk naar ons, waarbij ze eigenlijk vroegen voor alle jongeren om ook alle aspecten daarvan aan bod te laten komen, zodat jongeren zich ook thuis kunnen voelen in de mediavoorstelling bij de openbare omroep, maar ook bij al de private spelers. Dit geldt. Dit is de bredere problematiek waar het over gaat en waar de vrouwen effectief een cruciale plaats in moeten innemen. En ik heb effectief contact opgenomen met de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de CSA, waar u naar verwijst. De bepalingen in zaken gelijkheid van vrouwen en mannen werden in het mediadecreet van de Franse gemeenschap ingevoerd via een decreetswijziging van juni 2016. Sindsdien moeten programma's en reclame rekening houden met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De controlebevoegdheid van de CSA werd uitgebreid naar deze nieuwe artikels. Er werden tot nu toe, volgens de informatie die ik van de Franse gemeenschap heb gekregen, 2 inbreuken vastgesteld. 1 inbreuk in 2017 en 1 inbreuk in 2018. Daarnaast heeft de CSA ook verschillende rapporten gepubliceerd over de gelijkheid van mannen en vrouwen. De CSA geeft rond dit thema inderdaad lezingen en zet ook in op vorming van studenten van universiteiten en hogescholen met betrekking tot stereotype beeldvorming die absoluut vermeden moet worden. Een onderzoek naar de echte effecten van de decreetswijziging van juni 2016, dat is nog niet gebeurd, dus dat is vandaag nog niet voorhanden. Misschien dat de Franse gemeenschap daar in de toekomst initiatieven voor neemt, dan zullen we het zeker ook kunnen opvolgen. Wat artikelen 52 en 60 van ons eigen mediadecreet betreft, heeft de VRM inderdaad al enkele inbreuken vastgesteld op die artikelen, maar deze inbreuken hadden geen betrekking op de gendergelijkheid van vrouwen in de media. Dus dat was daar in die inbreukprocedures niet aan de orde. In het kader van de omzetting van de audiovisuele mediadienstenrichtlijn zijn we inderdaad natuurlijk alle bepalingen die betrekking hebben op commerciële communicatie, waaronder ook die bewuste artikelen 52 en 60 van het mediadecreet, aan het bekijken. Ik zou hier nog niet op willen vooruitlopen, omdat we natuurlijk in deze commissie nog uitgebreid zullen terugkomen op een voorontwerp van decreet dat zo spoedig als mogelijk ook zal gefinaliseerd worden, zodat het traject kan doorlopen op het niveau van de Vlaamse regering, de verschillende adviezen en ook deze commissie. Wat de cijfers betreft over het gebruik van de expertendatabank door de Vlaamse mediasector, dit zijn cijfers die beschikbaar zullen zijn bij het agentschap Binnenlands Bestuur, de afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering. Dus dat is niet mijn eigen administratie. Onze administratie heeft de vraag gesteld om ook die gegevens te hebben. We hebben die voor deze commissie nog niet ontvangen, maar van zodra we die ontvangen hebben, we hebben aangedrongen om dat ook snel ter beschikking te stellen, zullen we die ook natuurlijk laten bezorgen. Rond de mediawijsheid, we hebben contact gehad met ons kenniscentrum, Mediawijs. Daar hangen representatie en polarisatie voor hen nauw samen. En het kenniscentrum Mediawijsheid heeft al veel initiatieven genomen rond de thema's representatie en polarisatie. Maar de nadruk lag daar hoofdzakelijk op een aantal andere thema's. Bijvoorbeeld ook migratieachtergrond was daarbij belangrijk. Dus men heeft verschillende initiatieven genomen
maar nog niet, hoofdzakelijk niet rond dit belangrijke thema. In het verleden heeft het Kenniscentrum Mediawijsheid samen met de Jury voor Ethische Praktijken, het zogenaamde JEP, een studie uitgevoerd over de beeldvorming van vrouwen en mannen in de reclame. Toch ook een plaats waar nog enige stereotypen van tijd tot tijd voorkomen. En aan de hand van een opiniepeiling bij enerzijds vrouwen- en mannenorganisaties en anderzijds reclamemakers en marketeers werd nagegaan waar voor beide groepen de grens ligt wat betreft vrouw- en man-onvriendelijke reclame. Gezien er ook in de actualiteit meer aandacht is voor dit thema, denk aan hashtag MeToo, haatspraak en ook cybergeweld op vrouwen, femicide en dergelijke meer, is dit een thema dat ook door het kenniscentrum wordt opgenomen, rekening houdend met alle andere prioriteiten uiteraard ook en de schaarse middelen. Ik zal dit thema zeker ook meenemen in mijn traject om te komen tot een versterkt mediawijsheidsbeleid in de toekomst. Je zult ook opgemerkt hebben dat mediawijsheid ook in het jeugdbeleid een prioriteit is als prioriteit nummer 5 van het JKP. Dus het is zeker iets waar we aandacht voor zullen hebben. En de representativiteit van vrouwen in de media is daar ook belangrijk bij. Dit thema, maar gelijke kansen ook in het algemeen, dat wordt meegenomen ook als aandachtspunt in de gesprekken met mijn eigen departement en met de VRT in het kader van de nieuwe beheersovereenkomst. Ook met het VAF trouwens, het Vlaams Audiovisueel Fonds, eveneens in het kader van hun nieuwe beheersovereenkomst. Ook wat de commerciële spelers betreft is dit natuurlijk een belangrijk thema. Daar treden we normaal gezien niet hard decretaal op via strenge regels, maar proberen we vooral ook te sensibiliseren en te bekijken op welke wijze ook zij kunnen bijdragen aan die maatschappelijke rolleren. Ik heb al heel wat van die spelers gezien. Ik merk daar ook heel wat aandacht voor dit soort thema's en bereidheid om daar ook in mee te gaan. Men is zich er ook van bewust dat ook bij de kijkers, de luisteraars en de online gebruikers dat dit een belangrijk thema is. Dat alle kijkers, alle luisteraars zich ook gerepresenteerd moeten weten en dat stereotype beeldvorming daar een hinderpaal voor is. We zijn aan het bekijken, ook in het kader van het mediadecreet, hoe we dat best vorm kunnen geven rond dit thema, maar ook rond andere maatschappelijke thema's. Ik denk bijvoorbeeld aan het gebruik van alcohol, drugs, gokken in het algemeen, ook in de media. Dat zijn ook thema's die we vooral op een sensibiliserende manier willen aanpakken. En een van de pistes is daar om te kijken, kan er ook geen charter komen waar eigenlijk de sector zelf zich engageert om een aantal maatschappelijke thema's ook mee te nemen in de beeldvorming. Maar dat is momenteel een beetje voorbarig, we zijn daar rond aan het werken, maar we zullen het in elk geval verder ter harte nemen. Okay, mevrouw Brouwers. Dank u wel voor uw antwoord, meneer de minister. De bedoeling van de vraag was vooral om inderdaad te sensibiliseren, om daar blijvende aandacht voor te hebben, om genderstereotypering te bannen uit onze media, indien mogelijk, zonder dat we daar heel streng moeten gaan optreden enzovoort. Maar het punt was toch ook wel dat die CSA ook die sensibiliserende opdracht heeft, waar onze VRM dat niet heeft. Hè, waar zijn naar die hogescholen, universiteiten gaan, heeft er ook naar verwezen. Dus misschien moeten we daar toch nog eens verder over denken wat de rol van onze VRM daar verder in zou kunnen zijn. Voor de rest denk ik dat we inderdaad, de VRT-beheersovereenkomst is een aanknopingspunt om daar terug aandacht voor te hebben, zoals het in het verleden trouwens al was, rond schermaanwezigheid van vrouwen, onder andere. Maar ook die andere aspecten kunnen aan bod komen. En alle maatschappelijke thema's hebben natuurlijk hun plaats, zonder dat we de vis moeten gaan verdrinken natuurlijk. En rond de commerciële spelers, ik denk dat daar inderdaad vooral sensibiliserend zal moeten opgetreden worden. Opgetreden is een verkeerd woord. Dat naar hen toe sensibilisering belangrijk is dan streng te gaan optreden. Maar of dat via... Heeft u nu co-regulering of zelfregulering gezegd op het einde, of dat gaat lukken, u bent dat die piste aan het verkennen. Ik denk dat dat nog altijd het beste is, dat ze dat zelf oppakken. En liefst allemaal samen. Dus als dat lukt, des te beter. Maar anders vind ik het idee van de Franse gemeenschap om daar toch een of andere, zij het eventueel algemene bepaling op te nemen in... ons decreet, dat we die piste toch ook moeten in het achterhoofd houden. Maar ik vind het al goed dat u in gesprek gaat, ook met de commerciële sector, om daar rond te werken. Dank u. Dank u wel, mevrouw Brouwers. Zijn de collega's die willen aansluiten? Nee? Oké, meneer de minister.
Misschien nog twee elementen daarover. De CSA is natuurlijk, heeft een veel beperktere rol dan de VRM. VRM is uiteindelijk een klein team, een 19-tal mensen die toch wel heel wat omroepen moeten controleren. We hebben het genoegen in Vlaanderen om een zeer rijk medialandschap te hebben. Daar horen verschillende omroepen bij. In de Franse gemeenschap is dat veel beperkter. Hè. Dus die hebben op dat vlak ook minder werk wat betreft een controlerende functie ten aanzien van de omroepen. Ja, dat is de realiteit. VRM daarentegen heeft heel wat werk. Ze doen ook regelmatig, komen daar uitspraken. Gisteren was er nog een uitspraak, nog twee uitspraken zelfs, over product placement. Dit is wel een andere realiteit. En we gaan ook van de VRM ook verschillende andere vragen stellen. We gaan ook vragen dat hun inhoudelijke werking versterkt wordt, met ook een stukje externe controle, onder meer naar de openbare omroep toe. Dus het is wel, denk ik, delicaat om dit soort sensibilisatie ook naar hen te brengen. Maar ik ben het volledig met u eens dat het sterkste zou zijn, niet dat het wordt afgedwongen door een regulator of dat een regulator sensibilisatie doet, maar dat het van hen zelf komt, dat ze er zelf achter staan. Dat is voor dit soort zaken het beste, want het zijn ook zaken die je moeilijk kunt vatten in regelgeving. Het gaat ook over een aanvoelen, het gaat over een reflex. Een reflex bij elke journalist, bij elke programmamaker, bij ook marketeers, reclamemakers, om eigenlijk aandacht te hebben voor dit soort problematieken. En dat kan het beste gerealiseerd worden als het van hen uitkomt en dat zij ook zich bereid verklaren om zoiets uit te voeren op het vlak van algemene principes, maar vooral ook op het vlak van concrete toepassingen. En we zullen effectief bekijken of een charter daar een efficiënt instrument voor is, dat wel of er andere manieren zijn van zelf- of co-regulering die efficiënt zijn, samengaand ook trouwens met de herziening van het mediadecreet, waar we ook een decretaal kader hebben dat ook relevant is. Dank u wel, mevrouw Brouwers. Nog heel kort, omdat onze VRM kun je inderdaad niet helemaal vergelijken en heeft allicht meer werk, daar twijfel ik niet aan. Maar u heeft ook verwezen, en ik had dat in mijn repliek niet meer herhaald, naar het Centrum Mediawijsheid, die tot op heden ook rond maatschappelijke thema's vooral werken, maar dat was dan meer polarisatie, migratie enzovoort. Als we aan hen ook kunnen vragen om die genderstereotypering ook wat meer op de voorgrond te brengen, zeker ook naar jonge meisjes en zo toe, is daar toch ook wel heel wat te doen en veel werk, jammer genoeg. Maar dat is ook goed. Hè. We moeten gewoon het thema blijvend onder de aandacht houden. En als dat met een charter kan, des te beter. En als het Centrum Mediawijsheid daar een grote rol zou kunnen opnemen, zeer goed. We gaan het verder opvolgen. Dank u wel. Ik twijfel ook ter sprake op het moment dat Kenniscentrum Mediawijsheid hier in de commissie komt op 26 maart met de minister erbij. Dus er komt nog veel gelegenheid om het hier verder over te hebben. Dank u wel. Dan zijn de vragen afgerond. Maar zou ik nog een regeling der werkzaamheden willen houden? Want er zijn een aantal dingen inderdaad die dringend zijn.